Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het vervolg van het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen. Ik heet de minister voor Armoede, Beleid, Participatie en Pensioenen van harte welkom. Helaas is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afwezig door ziekte. We wensen haar natuurlijk het beste. Ook van harte welkom de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën. En natuurlijk de woordvoerders, de mensen op de publieke tribune en de mensen die op een andere manier het debat volgen. En ik zie dat daar waarschijnlijk een punt van orde wordt gemaakt. Dat klopt, voorzitter. Ja. We hebben natuurlijk heel veel informatie gekregen. En als we de gebruikelijke spreektijd voor de tweede termijn aanhouden, dan is dat wellicht heel beknopt. Dus mijn voorstel is om er in ieder geval 2 minuten van te maken. Zodat we dan wellicht geen derde termijn nodig hebben waar we ook over gesproken hebben. Dus dat is het punt van orde. 2 minuten om dan even alle informatie ook hier goed voor de bühne te kunnen brengen. Ja. Dank u wel, meneer Stoffer van de SGP. Ik kijk even of er steun is voor dit voorstel. In plaats van 1 minuut 20, 2 minuten en dan geen derde termijn. Dat is dan het voorstel. Dan gaan we dat op die manier regelen. En dan kijk ik even naar de heer Klaver. Ja, voorzitter, ik had ook nog een punt van orde. Allereerst heel veel dank aan het kabinet voor alle toegezonde notities. Heel fijn. Wat wel opviel is dat er heel veel is weggelakt, omdat het buiten de scope van de vraag valt. Ik heb eigenlijk de vraag, ik denk even aan de minister van Financiën, omdat er veel notities van Financiën komen, of de informatie die is weggelakt, of die wel bekend is bij de coalitiefracties. Ja, kijk even naar de minister van Financiën of zij deze vraag kan beantwoorden. Of een andere bewindspersoon, daar gaan ze zelf over. Of dat daar niet stand te beden, maar volgens mij niet, maar ik wil het even herbevestigen. Ja, het wordt nog even uitgezocht. Dan stel ik voor dat wij nu van start gaan en dat een van de bewindspersonen daar zo op terugkomt. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer Klaver van GroenLinks. Ja, daar gaan de 2 minuten. Gaat gang. Nog 30 seconden. Voorzitter, dank. En zoals zojuist zegt, ook veel dank voor het toesturen van de notities. 117 pagina's met veel plezier gelezen, omdat het ook echt inzicht geeft in op welke wijze het kabinet heeft gezocht naar welke maatregelen genomen moeten worden. Maar het heeft me geen zins gerustgesteld, om heel eerlijk te zijn. Als ik kijk naar welke besluiten zijn genomen en welke adviezen daar aan ter grondslag liggen, dan ben ik gewoon teleurgesteld. Want er worden allerlei claims gedaan over waarom bepaalde zaken niet zouden kunnen, maar die zijn niet verder onderbouwd. Bijvoorbeeld als het gaat over als je iets aan de toeslagen zou willen doen, dan wordt er wel gezegd, ja, dan kunnen er problemen ontstaan met terugvordering. Maar mij wordt niet duidelijk, wordt het probleem groter, moeten meer mensen, komen ze daardoor in de problemen? Of is het bedrag wat mensen eventueel zouden moeten terugbetalen, omdat ze in de problemen komen, wordt dat dan een paar honderd euro hoger? En hetzelfde geldt voor het wettelijk minimumloon. Daar worden allerlei wordt gezegd, ja, we kunnen niet, het is ingewikkeld, we zien, overzien niet alle gevolgen, maar ik zie niet dat er is doorgerekend wat betekent het als we het minimumloon extra zouden verhogen in juli met 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Wat zijn daar de effecten van? Dat zijn allemaal opties, daar worden beweringen gedaan die in zijn algemeenheid kloppen, maar daar zie ik niet dat er verder uitwerkingen zijn gedaan. Dan 2 maatregelen die wel zijn genomen, de accijnsverlaging. Daar wordt eigenlijk advies op advies en in iedere memo opnieuw geadviseerd. Doe het niet. Het is eigenlijk een onverstandige, ongerichte maatregel. Veel hiervan gaat naar werkgevers, komt niet bij individuen terecht. Ja, en bij de BTW is dat al helemaal het geval. Ik vond het vrij schokkend om te lezen dat je ziet, niet alleen het is ongericht, dat wisten we al, maar het kabinet kan niet eens zeggen of dit echt bij burgers terechtkomt. Want we weten niet, en dat zeggen de energieleveranciers die hierop hebben kunnen reageren, die zeggen ook, ja, we kunnen niet garanderen dat dit ook echt aan de, dat dit niet wordt, of dat dit echt naar de klant toe gaat en dat we, dat de energiepartijen dit niet in eigen zak houden. Met andere woorden, we gaan straks 2 miljard uitgeven, waarvan de doelmatigheid echt verre van is vast te stellen en of hier mensen ook echt mee geholpen worden. En ik vind dan ook dat we tot andere keuzes zouden moeten komen. Ik zou hier nog heel veel meer over kunnen zeggen, maar dat ga ik niet doen, want daar is de tijd helaas niet naar. Ik heb dan 1 motie op dat punt. De Kamer gehoort de beraadslaging.
Constaterende dat de energieprijzen de afgelopen maanden sterk zijn gestegen, overwegende dat de groep net niet minima die geen recht heeft op de energietoeslag grotendeels buiten de boot valt als het gaat om compensatiemaatregelen, overwegende dat het verlagen van de accijns op benzine en diesel en het verlagen van de BTW op energie maar zeer beperkt ten goede komt aan deze groep huishoudens en volgens beslisnoods mogelijk überhaupt niet bij huishoudens terechtkomt, verzoekt de regering om in plaats van de verlaging van de accijns op benzine en diesel de verlaging van de BTW op gas en elektriciteit het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 extra te verhogen bovenop de gebruikelijke indexatie en gaat over tot de orde van de dag. Mede namens collega Nijboer. Dank u wel, meneer Klaver. En dan geef ik woord aan de heer Nijboer, PvdA. Dank u wel, voorzitter. We hebben twee halve dagen gedebatteerd en we vonden de argumentatie van het kabinet niet erg overtuigend. De minister van Financiën zei zelf ook, dit pakket verdient geen schoonheidsprijs. En dat ben ik van harte met haar eens. Alleen mijn vraag is wel, waarom ligt er dan niet een beter, eerlijker pakket met gerichtere compensatie voor de lagere en middeninkomens? De minister is immers minister van Financiën en vicepremier, geen toeschouwer of commentator. En vandaar ook, voorzitter, een voor mijn doen ongebruikelijk hoog aantal moties om toch een paar andere alternatieven voor het voetlicht te brengen, die ook in die memo's helemaal niet zijn weggeschreven. Sterker nog, er is meer commentaar op de accijnsverlaging en de btw-verlaging dan op andere alternatieven die ik nu voordraag. Voorzitter, daar gaat hij. De Kamer hoort de beraadslaging. Overwegende dat gemeenten aangeven niet uit te komen met het budget, verzoekt het kabinet het budget voor de energietoeslag te verhogen, zodat alle gemeenten inkomens tot 130% van het sociaal minimum een toeslag van €800 kunnen geven. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ingediend namens de heer Klaver. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat huurders in tochtige huizen vaak weinig aan de torenhoge energierekening kunnen doen, overwegend dat sociale huurders een lager en middeninkomen hebben, verzoekt het kabinet huurders extra te compenseren, bijvoorbeeld via de huurtoeslag, huurbevriezing of huurverlaging. En gaat over tot de orde van de dag. Deze is mede ondertekend door de heer Dassen. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat reizen voor steeds meer mensen onbetaalbaar wordt. Overwegen dat er goede voorbeelden zijn in het buitenland waar openbaar vervoer fors aantrekkelijker is gemaakt in deze energiecrisis. Verzoekt het kabinet het openbaar vervoer fors betaalbaarder te maken en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door de heren Dassen en Van Raan. En de laatste motie, voorzitter, en dat allemaal binnen de tijd. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat het kabinet 2,8 miljard... van de 2,8 miljard slechts 480 miljoen ten goede laat komen aan compensatie van de laagste inkomens. Overwegend dat er gerichtere maatregelen mogelijk zijn voor lagere en middeninkomens dan de accijns en de btw op de energierekening verlagen, verzoekt het kabinet het koopkrachtpakket meer te richten op de lagere en middeninkomens en gaat over tot de orde van vandaag. En deze is mede ondertekend door de heer Dassen. Dank u wel. Nou, fantastisch. Dank u wel, meneer Nijboer. En dan geef ik het woord aan de heer Alkaya van de SP. Voorzitter, dank u wel. Een iets ander geluid van mij dan de twee heren die voor mij spraken. Niet omdat ik zo sta te springen om dit pakket, maar omdat het erop neer zou komen, als ik de strekking van de PvdA en de GroenLinks overneem, dat we het kabinet terugsturen. Terug naar de tekentafel. En snelheid is ook belangrijk. Mensen zitten nu in de problemen. En ik vind het pakket ook eigenlijk niet goed genoeg, maar ik wil ook voorkomen dat we verdere vertraging oplopen. Vandaar heb ik er ook drie moties, waarvan één al is min of meer is toegezegd door de minister, maar die kan ze dan straks overnemen en hoeven daar ook niet over te stemmen. Maar die zijn er eigenlijk allemaal op gericht dat we snel maatregelen nemen en aan de andere kant toch ook wel solidariteit in de samenleving behouden. Allereerst, de Kamer gehoort de beraadslaging. Constateert dat het moeilijk is gebleken om huishoudens in kaart te brengen die compensatie voor de gestegen energie- en brandstofprijzen het hardst nodig hebben, verzoekt de regering te onderzoeken hoe huishoudens die in energiearmoede dreigen te belanden, ook in de middenklasse, in de toekomst zo nodig sneller en gerichter kunnen worden geholpen en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat snelle compensatie bijna per definitie ongericht is en dat een groot deel hiervan terechtkomt bij huishoudens die deze compensatie niet per se nodig hebben, verzoekt de regering solidariteit in de samenleving te organiseren, bijvoorbeeld door het verhogen van de belasting op hoge inkomens of de belasting op winst van grote bedrijven en gaat over tot de orde van de dag. Tot slot, voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat de energiebelasting een degressief karakter heeft, hetgeen inhoudt dat meer verbruik een lager belastingtarief inhoudt. Overwegende dat dit een gevoel van onrechtvaardigheid oproept, verzoekt de regering te onderzoeken hoe de energiebelasting eerlijker en dus minder degressief kan worden gemaakt en gaat over tot de orde van de dag.
Dank u wel, meneer Alkaya. Dan geef ik het woord aan de heer Tony van Dijk, PVV. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, deze week is de week van het geld. Toevallig. En laten we stilstaan bij de schuldenproblematiek. Ruim 600.000 huishoudens hebben problematische schulden in Nederland. En dat was nog voor de energiecrisis. Bijna 100.000 mensen kloppen jaarlijks aan bij schuldhulpverlening. Dus nu deze mensen te maken krijgen met een verdubbeling van de energielasten, komen ze nog verder in de problemen en deze minister van Armoede gaat het dus ook erg druk krijgen, ben ik bang. Energiebedrijven luiden gisteren in de Telegraaf de noodklok. Zij vrezen ook voor een enorme schuldengolf dit jaar vanwege dat klanten hun geëxplodeerde energieprijzen niet kunnen opbrengen. Zij maken zich grote zorgen en met name de groep die net boven dat sociaal minimum zit en geen recht heeft op die 800 euro. Voorzitter, niet alleen de minima, maar ook de middeninkomens en gepensioneerden met het AOW en een klein pensioentje krijgen dit jaar klappen. De PVV pleit er daarom voor een meer compensatie te geven en meer koopkrachtherstel. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoord de beraadslaging constateerde dat de prijzen voor energie en brandstof aanzienlijk zijn gestegen. Overwegende dat mede hierdoor de inflatie flink is opgelopen en de koopkracht voor iedereen in de min zit, verzoekt de regering ter compensatie de BTW op energie en de accijns op brandstof tot eind 2022 op nul te zetten. En gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, dan nog kort over de eenmalige energietoeslag. Want in de brief lees ik dat alles tot stand is gekomen in nauw overleg met de VNG. Maar tegelijkertijd krijgen we een brief van de VNG, een brandbrief, waarin staat dat ze het budget ontoereikend vinden en dat de doelgroep niet helder is afgebakend. Kennelijk zijn er nog veel hiaten in deze wet. Kan de minister deze wegnemen? Wie komt er nu precies in aanmerking voor deze energietoeslag? En hoe wordt dit bepaald? Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat gemeenten veel vrijheid hebben om de regeling eenmalige energietoeslag uit te voeren. Overwegende dat de regeling eenduidig, snel en eenvoudig moet kunnen worden uitgevoerd en gecommuniceerd naar haar inwoners. Overwegende dat de VNG aangeeft dat onder andere de afbakening van de doelgroep nog onduidelijk en het huidige budget waarschijnlijk ontoereikend is. Verzoekt de regering opnieuw in overleg te treden met de VNG om te voorkomen dat de uitvoering van de eenmalige energietoeslag in het gedrang komt. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Ginwis van de ChristenUnie. Behoorlijk. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de bewindspersonen voor de duidelijke beantwoording in eerste termijn. Dank bijvoorbeeld aan de staatssecretaris Van Rij dat hij zodra mogelijk de ingewikkelde teruggaveregeling op BTW op zonnepanelen om wil zetten naar een BTW van 0%. Daar ben ik blij mee en ik denk vooral heel veel mensen zijn er blij mee, want wat een gedoe is dat nu. Ook dank aan de minister van SZW die er nu niet is, maar wordt waargenomen door de minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen. Namelijk dat de 800 euro leidend is en niet het budget. En om aan alle onduidelijkheid een eind te maken, ook vanuit de Kamer wat mij betreft, heb ik de volgende motie. Om dat goed vast te leggen, met ook een duidelijke boodschap voor de minister van Financiën. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat het kabinet de huishoudens met inkomens tot circa 120% van het sociaal minimum eenmalig tegemoet komt voor de gestegen energieprijzen met 800 euro. Overwegende dat voor het kabinet die 800 euro leidend is en niet het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Overwegende dat vanuit gemeenten signalen komen dat het beschikbaar gestelde budget niet afdoende is om de beoogde doelgroep tegemoet te komen, verzoekt de regering om zo snel mogelijk in overleg te treden met de VNG, gemeenten, om knelpunten te inventariseren en als blijkt dat zij inderdaad niet afdoende budget hebben om huishoudens met lage inkomens tegemoet te komen, hen de benodigde extra middelen toe te kennen en dit op een vergelijkbare manier te dekken als de huidige regeling. En gaat over tot de orde van de dag, samen met mijn collega Van Weijenberg. Dank u wel. Ja. De heer Nijboer, PvdA.
Ja, voorzitter, het is een heel precieze motie, dus ik denk, we moeten even goed begrijpen wat er staat. Want we hebben het ook gehad over de 130% die sommige gemeenten, waaronder de gemeente waar de heer Grimbis in de raad heeft gezeten, dat zijn sociale gemeentes, die hebben dat voor 100% en die kunnen dat waarschijnlijk niet van betalen. Ziet het daar ook op, dat die gemeenten die 130% willen vergoeden en dat ook in de systemen hebben staan, zodat het snel bij mensen komt, dat die ook genoeg geld moeten krijgen? Meneer Grimbis. Voorzitter, voor alle helderheid, deze motie grijpt aan op wat het kabinet zelf heeft gecommuniceerd, namelijk die 800 euro tot 120%. Dus deze motie, het dictum, ziet daarop dat dat een absoluut geen discussie mag zijn. Dus dat er, als er extra geld nodig is om gemeenten die 800 euro aan de doelgroep door het kabinet geformuleerd uit te keren, als dat tekort op komt, dat er gewoon net zoals in het pakket van 2,8 miljard geld uit de aardgasbaten moet komen om dat bij te spijkeren. Als er inderdaad in de praktijk gemeenten die 800 euro niet kunnen targeten tot de 120% groep, omdat ze armoedebeleid hebben tot de 130% groep, dan lijkt mij dat absoluut een onderwerp voor het gesprek tussen VNG, /gemeente en het kabinet. Maar daar doe ik in deze motie in het dictum geen uitspraak over. Aangezien het kabinet ook aangeeft in de brief aan de Kamer van ja, die 130% uitbreiding is niet voorzien met dit budget. Maar ik zelf zie wel het uitvoeringsissue, wat de heer Nijboer ook ziet. En ik geef wel mee aan het kabinet van, alsjeblieft, ga daar welwillend mee om. Want als je boodschap aan de gemeente is, keer snel uit. En in de praktijk blijkt het moeilijk om te targeten tot die 120%. Dank u wel. Ja, dan moet je daar dus ook welwillend naar luisteren. De heer Nijboer. Ja, voorzitter, er waren twee onderdelen in het debat. Eén was die 120% en ook genoeg geld. En die 800 euro is 800 euro. Dat is dus deze motie. Dat had het kabinet ook eigenlijk al toegezegd. En die andere was die 130%. En dat gaat dus niet gebeuren, maar daar mogen ze wel mee over in gesprek. Dat is... Ja, zeker. Klopt. Ik ga in het dictum niet verder dan door het kabinet is toegezegd in het debat. Maar wel met dien verstande dat het niet zo kan zijn dat dit geld dan maar uit de bestaande potten uit het ministerie van SZW moet komen. Maar dat dit gelijk als de andere maatregelen dan gedekt moet worden op de manier zoals de maatregelen nu zijn gedekt. Dus uit de aardgasbaat. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, voor mijn gevoel was dit ook wel wat het kabinet al wilde gaan doen. Maar als u het nodig vindt om het nog in een motie vast te leggen. Het echte punt is natuurlijk 120% en 130%. Dat gaat potentieel, als alle gemeenten het zouden doen, gaat over zo'n 400.000 extra mensen. Mm-hmm. Daar is nu sowieso geen geld voor. Laat ik het anders formuleren. Steunt u het voorstel van de heer Nijboer en mij om te zeggen, zorg ervoor dat gemeenten ook daar financieel voor zijn toegerust? Voorzitter, nee, zover ga ik niet. Ik zeg wel tegen het kabinet van ik weet dat er gemeenten zijn met een armoedebeleid tot 130%. En ik ben benieuwd of zij op korte termijn het voor elkaar krijgen om als het ware een uitsnede te maken van 0 tot 120% om hen tegemoet te komen. Ga welwillend met die gemeenten in gesprek, want het gaat erom snel die 800 euro bij mensen met lage inkomens die dit heel hard nodig hebben te krijgen. Maar nee, ik ga niet zo ver om te zeggen van nu categorisch iedereen tot 130%. Heer Klaver. Voorzitter, waarom eigenlijk niet? Dat is toch eigenlijk vreemd. Hier ging het in het vorige debat vrij uitgebreid over. Mm-hmm. We zeggen niet categorisch dat iedereen, nee. Sommige gemeenten hebben dit beleid. Daar moeten we ze volgens mij in faciliteren. Nu wordt er een motie verdorie vanuit de coalitie ingediend op een punt waar het kabinet eigenlijk min of meer al heeft toegezegd. Ja, we gaan dat financieren, er is geen probleem. Het echte punt is ervoor zorgen dat honderdduizenden mensen extra hiervoor in aanmerking komen. En daar pakt de ChristenUnie niet op door. Heer Grimbis. Dit is echt een potje gratis bier, van heb ik jou daar. Nee, voorzitter, dat is het niet. Want deze motie zegt heel duidelijk op welke manier eventuele extra middelen gedekt moeten worden. Dus dat is één meerwaarde van de motie. En de andere is, en dat zeg ik erbij, is dat als gemeenten zich melden omdat zij moeite hebben met het snel uitvoeren van die armoederegeling, omdat hun armoedebeleid niet van 0 tot 100%, 120% loopt, maar van 0 tot 130% of van 0 tot 125%, dan vind ik dat het kabinet daar een welwillend oor voor moet hebben. Maar ik ga het kabinet op dit moment houden in die motie, in die Kameruitspraak die ik voorleg, aan wat ze zelf hebben gecommuniceerd en niet aan wat wij hier in de Kamer wel of niet zouden willen. Als de heer Klaver hier een motie op zou willen indienen of de heer Nijboer, prima. U was aan het einde van die betoog? Ja, dan geef ik het woord aan de heer Van Wijnberg, D66.
Dank voorzitter. Ik heb die motie mee ingetekend, ook omdat er gemeenten zijn die wel degelijk nu minder dan 800 euro willen geven tot 120%, omdat ze bang zijn dat er meer gebruik wordt gemaakt dan waar in het sommetje mee is gerekend. En zij moeten zich geen zorgen hoeven maken over de financiële rekening. We gaan ook nog apart met de minister van Armoedebeleid praten over het wetsvoorstel, waar precies de vragen die volgens mij ook wel terecht door de heer Klaver en de heer Nijboer worden geadresseerd aan bod moeten komen. Maar ik wil ook niet nu een regeling maken die vastloopt in de uitvoering. En we hebben ook een hele dikke brief van het ministerie van SZW gekregen over de grenzen die daar zijn. De welwillende houding van de heer Grimwis, daar sluit ik me graag aan bij dat verzoek. Ik heb zelf nog twee moties, voorzitter. De Kamer gooit de beraadslaging en constateerde dat verduurzaming belangrijker is dan ooit. Niet alleen omdat het goed is voor de aarde, maar ook om onafhankelijk te worden van Poetin. Constateerde dat de subsidievoorwaarden van de investeringssubsidie duurzame energie en de energiebesparing voor woningeigenaren als voorwaarde heeft binnen één kalenderjaar minimaal 2 isolerende of aanverwante maatregelen te nemen om voor subsidie in aanmerking te komen. Overwegen dat door de huidige drukte in de bouw het voor woningeigenaren lastig is 2 maatregelen uit te laten voeren binnen 1 jaar. Verzoekt de regering de subsidievoorwaarden op korte termijn te verruimen, bijvoorbeeld door bewoners de mogelijkheid te geven om ook voor subsidie in aanmerking te komen als ze in een periode van 2 jaar 2 maatregelen nemen of mogelijk subsidiemaatregelen te bieden voor het uitvoeren van 1 duurzaamheidsmaatregel. En gaat over tot de orde van de dag en deze motie is mede ingediend door collega Grimwis. Voorzitter, de tweede die gaat over wat we doen voor mensen die nu in een schuldentraject zitten. Ik heb daar ook vragen over gesteld in het debat. De Kamer gooit de beraadslaging, constateerde dat stijgende energieprijzen, ondanks de tegemoetkoming, een forse aanslag zijn op het vrij besteedbare inkomen van mensen met een laag inkomen. Overwegen dat mensen in de schuldentraject, zoals de WSMP en de MSMP, of waarbij loonbeslag is gelegd, vaak een vast termijnbedrag betalen, waarbij zij een klein bedrag overhouden waaruit de vaste lasten moeten worden betaald. Van mening dat voorkomen moet worden dat deze groep nieuwe schulden opbouwt, wanneer zij vanwege toegenomen energiekosten niet meer van dat vrij besteedbare inkomen rond kunnen komen. Verzoekt het kabinet met bewindvoerders, schuldhulpverleners en schuldeisers in gesprek te gaan om te bespreken of termijnbedragen tijdelijk aangepast kunnen worden. En gaat over tot de orde van de dag en deze motie is mede ingediend door mijn collega Hoeja Kat en de heer Grimwis. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Asserkan Denk. Dank voorzitter. Ja, voorzitter, al voor de crisis was het zo dat te veel Nederlanders in armoede zitten. En te veel Nederlanders zijn kwetsbaar. En dat punt heb ik ook in mijn eerste termijn gemaakt. Hoe kan het toch dat in een welvarend land als het onze 400.000 kinderen in armoede leven, veel mensen aangewezen zijn op de voedselbanken en dat op het moment dat de prijzen stijgen eigenlijk bijna 1 miljoen Nederlanders in de problemen komt. En voorzitter, dat debat zouden we echt eens een keer met elkaar moeten voeren. Tweede constatering, voorzitter, is dat de minister van Gennep de vorige keer zei, dank aan de Kamer, want u houdt mij scherp. En ik stelde toen de vraag, wat blijkt dat uit? En misschien kan daar ook eens op gereflecteerd worden vanuit vak K, namelijk welke voorstellen van de oppositie zijn nou serieus gewogen en welke voorstellen zijn nou aangepast op inzichten vanuit de oppositie? Of is het eigenlijk zo dat alles al redelijk afgewogen was, dat de beste ideeën al bij het kabinet zaten en dat alles al vergeven was en wij daar toch, nou ja, laat ik het dan maar zeggen, een beetje voor spek en bonen bij zaten. Voorzitter, ik heb 2 moties. De Kamer hoort de beraadslaging, constateerde dat zowel de energietarieven als de benzineprijzen fors zijn gestegen als gevolg van diverse externe factoren. Overwegend dat deze tarieven weer zouden moeten dalen als deze externe factoren op enig moment weer gaan verdwijnen, verzoekt de regering om de ACM te monitoren of de tarieven voor energie en benzine in de toekomst weer dalen naar het niveau dat er was voordat de vraag en aanbod op de energiemarkt verstoord werd en hierover aan de regering en de Kamer te rapporteren en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gooit de beraadslaging en constateert dat Nederland de benzine- en dieselaccijns heeft verlaagd met 17 en 11 cent per liter, maar dat de buurlanden België en Duitsland een substantieel grotere verlaging hebben doorgevoerd. Overwegend dat dit grens- en wegleggeffecten kan veroorzaken die nadelig zijn voor de schatkist en pomphouders in de grensregio's, verzoekt de regering te monitoren hoe het verschil in brandstofprijzen zich ontwikkelt, welke effecten dit heeft en indien nodig het beleid bij te stellen. Hij gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel en dan geef ik het woord aan de heer Van Hagen, Groep Van Hagen. Voorzitter, de maatregelen zijn wat BVNL betreft onvoldoende. Laten we burgers en ondernemers permanent helpen. En daarnaast verdienen ondernemers wat extra aandacht en daarom de volgende 2 moties.
De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering de verlaging op de accijns van brandstof en de verlaging van het btw-tarief op energie uit het koopkrachtpakket permanent te maken en gaat over tot de orde van de dag. Mede ingediend door collega Efraïm. Alsjeblieft. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat MKB-ondernemingen hard worden geraakt door de stijgende energie- en brandstofprijzen en daardoor gedwongen worden de productie stil te leggen of zelfs failliet dreigen te gaan. Overwegende dat het huidige pakket voor veel MKB-ondernemingen niet voldoende steun zal bieden, verzoekt de regering verder te onderzoeken welke soort MKB-ondernemingen het hardst worden getroffen en spoedig met een aanvullend pakket te komen voor deze groep. Gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door collega Smolders. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik woord aan mevrouw Inge van Dijk, CDA. Dankjewel, voorzitter. Drie moties. De Kamer gehoort de beraadslaging en constateert dat we in onzekere economische omstandigheden leven die afhankelijk zijn van externe ontwikkelingen als gevolg waarvan zich verschillende economische scenario's voor kunnen doen. Overwegend dat groepen inwoners door zulke ontwikkelingen verschillend geraakt kunnen worden en dat we daar waar mogelijk moeten voorkomen dat kwetsbare groepen financieel door het ijs zakken. Overwegend dat het voor tijdige en effectieve beleidsreacties essentieel is om te weten welke groepen kwetsbaar zijn en wat het effect van verschillende scenario's op deze groepen is, verzoekt de regering op korte termijn onder de huidige economische omstandigheden kwetsbare groepen in kaart te brengen en voor deze groepen in verschillende scenario's uitvoerbare plannen voor te bereiden, zodat tijdig en effectief kan worden gereageerd met ondersteunend en gericht beleid voor 2023 en hiervoor ook voorbereiding te treffen in de miljoenennota en het belastingplan. Dan de Kamer gehoort de beraadslaging en constateert dat er reeds verschillende ondersteunende regelingen zijn waar mensen die hard worden geraakt in hun koopkracht onder huidige omstandigheden gebruik van kunnen maken, zoals de bijzondere bijstand of bepaalde inkomensondersteuning voor ouderen. Constateert dat deze regelingen lang niet bij iedereen bekend zijn, nog onder welke omstandigheden men gebruik kan maken van dergelijke regelingen of aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan. Overwegend dat inwoners als gevolg daarvan geen aanspraak maken op ondersteunende regelingen waar zij wel recht op hebben en die voor hun brood nodig kunnen zijn om het hoofd boven water te houden, verzoekt de regering zo snel mogelijk een overzicht van dergelijke regelingen en een oproep om hiervan gebruik te maken te communiceren via diverse landelijke mediakanalen met de omstandigheden waaronder van dergelijke regelingen gebruik kan worden gemaakt en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te kunnen maken en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door meneer Grinwis. En dan de laatste. De Kamer gehoort de beraadslaging constateerde dat de zogenaamde Europese btw-tarievenrichtlijn het mogelijk gaat maken na 5 april 2022 een btw-nultarief toe te passen op het openbaar vervoer. Constateren dat ter ontlasting van de kosten van woon-werkverkeer overgegaan wordt tot accijnsverlaging over ongeloonde benzine, diesel en LPG en tot het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding. Overwegen dat het reizigersaantal in het openbaar vervoer na de voorgaande coronamaatregelen naar verwachting pas in 2025 op het oorspronkelijke niveau teruggekeerd zal zijn. Overwegen dat het versneld herstellen van het reizigersaantal in het openbaar vervoer de mogelijkheid biedt om de regeling openbaar vervoer te bekorten of versneld te beëindigen. Verzoekt de regering ten gunste van het vergroten van het aantal reizigers in het openbaar vervoer en het beperken van de reiskosten te onderzoeken of het verlaagde btw-tarief op openbaar vervoerswijze tijdelijk naar 0% kan worden gebracht. Dit te betrekken bij de brede evaluatie van het lage btw-tarief waarvan het openbaar vervoer deel uitmaakt. Dank u wel. Mede ingediend door collega Van der Molen. Dank u wel. Oh, er is daar een vraag over van de heer Klaver van GroenLinks. Wilt u de motie nog terug? Of? Nee. Oké. Okay. Heer Klaver. Ze kent hem helemaal uit de hoofd, denk ik. Pas dan maar. Ik had een vraag. Ik vind het buitengewoon interessante motie. En wat over de evaluatie. Is ook het verzoek aan het kabinet om dit dan te betrekken bij het belastingplan van dit najaar? Om te kijken of het daar al mogelijk is. Begrijp ik dat goed? Mevrouw Inge van Dijk. Dank u. Ik heb begrepen dat de evaluatie later klaar is dan dat de plannen voor het belastingplan ingediend worden. Dus dat zal heel lastig worden. Maar ik vind het wel heel interessant om precies te weten met elkaar wat de consequenties zijn. Zodat we wellicht later met elkaar over door kunnen debatteren. De heer Klaver. Dan heeft het dus pas op zijn vroegste effect in 2024, deze motie. Nou, maar ik heb begrepen wel, maar dan nog vind ik het echt serieus interessant om het te bekijken met elkaar. Heer Klaver. Dan is wel mijn vraag, waarom een motie om een debat te kunnen hebben over iets wat misschien in 2024 gaat gebeuren? Dat debat kunnen we dan sowieso met elkaar hebben. Dus ik dacht, dat is interessant. Hier wordt het kabinet echt iets gevraagd. Leuk, richting belastingplan gaan we het kijken. Een nultarief voor het openbaar vervoer. Maar dit is ook weer een soort van gratis discussie om ergens in 2024 misschien een keer iets te gaan doen. Dus als dat het ook echt is, zou ik zeggen hartstikke mooi, ik ben ervoor. Maar dan is deze motie misschien wel niet nodig.
Ik denk dat die wel nodig is, omdat we daarnaast nog een ander probleem signaleren. We willen graag openbaar vervoer stimuleren. Volgens mij zijn we het daar ook over eens. We constateren dat het best lastig is om die mensen weer terug te krijgen in het openbaar vervoer. Dus wellicht zou het win-win kunnen zijn. En ik vind het echt de moeite van het onderzoeken waard. De heer Alkaya, SP. Voorzitter, ik vind het ook een interessante motie. Ik heb zelf ook Kamervragen gesteld over precies hetzelfde onderwerp, waar ik de antwoorden van afwacht. Maar de argumenten die mevrouw Van Dijk hier noemt, die zijn niet tijdelijk van aard. Dus in de motie staat dan onderzoek of het tijdelijk kan. Maar moeten we niet eigenlijk met z'n allen toe naar een permanente nultarief op het openbaar vervoer? Omdat het zo'n basisvoorziening is. Vanwege al die argumenten die mevrouw Van Dijk hier ook zelf geeft. Mevrouw Inge Van Dijk. Ja, in relatie tot het koopkrachtdebat. Hoe kunnen we mensen helpen om in ieder geval te stutten in hun inkomen en in relatie met de discussie hoe gaan we het openbaar vervoer weer op niveau krijgen. Op basis daarvan hebben we die motie ingediend en op basis daarvan hebben wij het onderzoek aangevraagd. Ja, oké, okay, ja. Ja, voorzitter, tot slot, die motie is helder. En ook hoe die is afgemaakt is helder. Ik vraag om de mening van mevrouw Van Dijk. Is zij het met mij eens dat wij ook aan het kabinet moeten vragen of dit niet structureel is? Want al die argumenten die zij aandraagt, die zijn structureel, die zijn niet tijdelijk van aard. Ik heb nog helemaal geen idee wat de impact van het onderzoek zal zijn. En op het moment dat dit heel veel geld gaat kosten, zal ik moeten kiezen uit misschien heel veel goede wensen. En ik wil graag integraal die afweging willen kunnen maken. Maar daarvoor wil ik het wel weten. Dank u wel. Mevrouw Inge van Dijk, en dan geef ik woord aan de heer Heijnen, VVD. Ja, ja. Ik ben gewend dat ik altijd het woord krijg, maar blijkbaar... Het woord van de heer Heijnen. Ja, dank u wel. Ja, ik zit netjes te wachten, mensen. Voorzitter, het is wel een serieus onderwerp, ondanks dit lolletje. Alles wordt duurder en de energieprijzen stijgen. Onze koopkracht staat onder druk en mensen maken zich daar terecht zorgen over. Het is goed dat er nu een verlaging bovenop de eerdere verlaging van de energiebelasting nu een aanvullend pakket ligt waarbij de BTW op de energierekening wordt verlaagd. De accijns en de pomp wordt verlaagd en steun aan kwetsbare huishoudens wordt uitgebreid. Het eerlijke verhaal is dat we mogelijk niet alles kunnen compenseren. Maar we kunnen er wel alles aan doen met elkaar om proberen de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Onlangs heeft de Kamer besloten de jubelton eerder af te schaffen. Dit bleek technisch mogelijk. En ik hoorde de staatssecretaris in zijn eerste termijn dat ook het naar voren halen van de kilometervergoeding technisch mogelijk is. En ik zou vragen me daarom af, laten we dan beide niet combineren. Het ene levert geld op en het ander kost geld. Van goedkoop schenken naar goedkoop tanken. En daarom de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding, ook wel kilometervergoeding genoemd, pas in 2024 en 2025 wordt verhoogd. Overwegende dat een eerdere verhoging in 2023 haalbaar moet zijn. Verzoekt de regering de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 al zoveel mogelijk te verhogen en voor dekking in de eerste plaats te kijken naar het eerder verlaagde jubelton door middel van een intertemporele kasschuif. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend namens mevrouw Inge van Dijk. Ja, dat is een vraag van de heer Alkaya, SP. Voorzitter, het is goed om te zien dat de VVD inspiratie haalt uit mijn motie van de jubelton. Het verschil is natuurlijk wel dat ik zei zoveel mogelijk verlagen, omdat daar een ondergrens aan zit, namelijk nul. Zoveel mogelijk verhogen, dat is toch wel iets anders van aard. Wat is zoveel mogelijk verhogen? Dit moet natuurlijk ook niet een enorme lastenverlaging voor het bedrijfsleven zijn. Dat is de VVD toch met mij eens. Heer Heijnen. Ja, dat vind ik een terechte vraag. Kijk, ik refereer hier aan het coalitieakkoord. Daar wordt die in twee stappen verhoogd in latere jaren. En dan gaat die eerst om en nabij van 19 naar 21, dan van 21 naar 23. En dat kost dan 400 miljoen. Dus gaat de stappen van 200 miljoen gaat dat omhoog. De reden waarom ik zeg zoveel mogelijk, omdat we goed moeten kijken natuurlijk ook welk budget we hebben hiervoor om het te verhogen. In mijn eerdere termijn waarin ik dit punt maakte, liep ook de heer Nijboer naar voren. Ik zie hem alweer staan, dus misschien gaat hij dezelfde vraag stellen. Maar was ook de vraag, laat het dan niet een doekje voor het bloeden zijn en dat het slechts met een tiende van een cent is. Dat vond ik ook een terechte opmerking. Ik vind alleen dat we hier ook eerlijk met elkaar politiek moeten bedrijven. Goed eerst moeten kijken, hoeveel is het budget? Nou, op basis van een Kamerbrief over de jubelton
zag ik en gehoorde de staatssecretaris, kwam ik tot het rekensommetje van 160 miljoen. De staatssecretaris zei, ja, ik duid dat toch net wat anders. Dus ik hoor graag straks wat de staatssecretaris over te zeggen heeft. Maar dan kom je al heel dichtbij die eerdere verhoging. En daarnaast dan roep ik ook het kabinet op om dit in het voorjaarsbesluitvorming mee te nemen om te kijken of het eventueel nog verder omhoog kan. De heer Nijboer. De heer Heijnen voelde me al een beetje aankomen. Oh. Dat hij zei goedkoop tanken. Ja, dat wordt niet heel goedkoop als het 1 of 2 cent meer vergoeding is. En ik vraag toch een beetje de orde van grootte waar hij aan denkt. Want ik heb de kabinetsbrief gelezen. Die zei eigenlijk, het moet deze kabinetsperiode, dus 2 of 3 keer 7 miljoen. Nou, dat schiet dan niks op. Als je het 100 jaar neemt, dan is 700 miljoen. Dat schiet ook wat meer op. Dat is misschien wat lang. Dus ja, ik zat zelf een beetje richting 30 cent per kilometer onbelaste vergoeding te denken. Of in ieder geval in stappen daar naartoe. Dat vind ik redelijk met deze prijzen. Waar denkt de heer Heijnen aan? Heer Heijnen. Ja, en deze snap ik. Hè. Dat past ook bij de heer Nijboer. Je geeft natuurlijk een vinger en hij neemt zijn hele hand. Zo ken ik hem ook. Dus het is altijd meer als ik 30 had gezegd, dat Nijboer hier natuurlijk gestaan. Die zegt, ik wil er 50 cent van. Nee, dat niet? Oké, nou, dan ergens zit er dus, kunnen we elkaar vinden. Ik sluit hierbij in eerste instantie echt aan bij wat we in het coalitieakkoord doen. Dat zijn 2 stappen omhoog. Naar 23 cent uiteindelijk. En dat gaat dus in 2 stappen, 2024 en 2025. En dat treintje zou je eigenlijk naar voren kunnen halen. En in dat metafoor wou ik graag ook benoemen dat onbelaste reiskostengroen natuurlijk ook voor het OV geldt. En niet alleen voor de automobilist. Dus dat is misschien goed om te benadrukken. Tony van Dijk van PvdA. Ja. In de brief stond te lezen dat het eigenlijk het naar voren halen van die jubelton eigenlijk niks opleverde. Ja. En ja, ik sta niet mooi weer te spelen alsof er een hoop is voor de mensen dat die kilometervergoeding waarschijnlijk omhoog gaat. Of eerder omhoog gaat. Maar dat gebeurt dus niet, want die jubelton, uw dekking, stelt niets voor. Daar heb je zelf in de brief kunnen lezen. Dus misschien kan ik u helpen met een motie die de heer Omtzigt in een eerder debat vandaag indiende. En dat was de expertregeling die alle coalitiepartijen wilde afschaffen. Dat levert 100 miljoen op. Daar kunnen we wel iets mee doen voor wat betreft het naar voren halen van de kilometervergoeding. De heer Heijnen. Ja, voorzitter. Nou, allereerst wil ik graag benoemen dat denk ik de winst van vanavond is dat de PV meedenkt over dekking van financiële van voorstellen. Dat vind ik echt fijn om te zien. Maar het in het verleden natuurlijk wel stap maar uit Brussel en daarmee betaal je alles. Dus dank u wel. De reden, maar de heer Tony van Dijk in alle ernst sluit hier natuurlijk wel een serieuze discussie aan die ik ook met het staatssecretaris heb gevoerd. Als ik zelf echt sec bij de brief blijf, zoals die naar de Kamer is gestuurd, staat daar additioneel 7 miljoen over de komende 20 jaar. Ja, dan leert dat rekensommetje. Dan heb je dus additioneel 140 miljoen. Ik heb de staatssecretaris ook gehoord. Die zei van ja, dat zit misschien iets anders in elkaar. Dus daarom zeg ik ook in de motie, kijk naar in de eerste plaats hiernaar. Ik denk dat het wel kan. En dan is het in de boekhoudkundige term. En dan snap ik dat mensen afhaken, want daar ga ik wel heel ver de techniek in. Maar dan kan je intertemporeel kan je die kasjaren eigenlijk naar voren halen en daarmee dekken. Dat is technisch mogelijk. Maar we moeten natuurlijk wel heel goed kijken of dat inderdaad dat oplevert wat ik denk dat het oplevert. Daar ben Dank ik u wel, eens. Meneer Heijnen. En dan geef ik het woord aan de heer Van Raan, Partij voor de Dieren. Dank u wel. Ik heb 3 moties, vrij lang, dus ik begin meteen. Dank u wel. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat Investico heeft onderzocht dat vooral de rijke huishoudens profiteren van de belastingverlaging op brandstof en energie. Constateren dat er in vergelijking met deze belastingverlaging juist relatief weinig middelen zijn vrijgemaakt voor de isolatie en verduurzaming van woningen, waardoor juist de armste huishoudens onder lijden. Constateren dat fossiele bedrijven nu juist profiteren van de hoge prijzen van brandstof en energie. Overwegend dat met de solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven bestaande uit winsten die nu op olie en gas worden gemaakt, kwetsbare huishoudens kunnen worden ondersteund in een energietransitie die voor hen de enige echte duurzame oplossing is voor de volatiele energie- en brandstofprijzen, verzoekt de regering om een solidariteitsfonds op te richten bestaande uit een solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven om in ieder geval de meest kwetsbare mensen te beschermen door middelen hieruit beschikbaar te stellen voor besparing en verduurzaming van hun huis. Gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door de heer Dassen. De Kamer hoort de beraadslaging constateert dat door de hogere kosten van levensonderhoud, met name de kosten van energie, burgers in financiële problemen kunnen komen en dat daarbij hun buffers niet voldoende zijn om deze kosten op te vangen en burgers dus verder in de schulden kunnen komen. Overwegend dat hierdoor burgers buiten hun schuld in aanraking kunnen komen met deurwaarders met alle nare gevolgen van dien, constateren dat deze hogere kosten, schulden en verhoogde kans op deurwaarders veel zorgen en stress
kunnen veroorzaken. Verzoek de regering in gesprek te gaan met organisaties van energieleveranciers op welke manier coulanter kan worden omgegaan met energieschulden. Gaat over tot de orde van de dag. Mede ingediend door de leden Savannah Simons, Den Haan, Nijboer, Dassen, Azarkan, Omzicht, Stoffer, Tony van Dijk, Van Haga en Van der Plas. En dan de laatste motie, voorzitter, de Kamer voor de beraadslaging. Constateren dat het kabinet aangeeft dat ten behoeve van de koopkracht besparing en verduurzaam te willen stimuleren. Constateren dat nultarief BTW nog niet van toepassing is op dubbel glas, warmtepompen, zonnepanelen, zonnebatterijen en isolatiemaatregelen. Overwegen dat dit soort effectieve manieren van besparen en verduurzamen nog lang niet voor alle inkomens binnen bereik is. Constateren dat de EU sinds december 2021 het nultarief toestaat, BTW toestaat voor meer producten die huishoudens helpen met besparing en verduurzaming. Verzoekt de regering om het nultarief BTW voor dubbel glas, warmtepompen, zonnepanelen, dat gaat al gebeuren begreep ik, zonnebatterijen en isolatiemaatregelen mee te nemen in de besluitvorming voorafgaand aan het belastingplan 2023. Mede ingediend tot de leden Simons, Savannah Simons, Nijboer, Den Haan, Omzicht, Stoffer, Van Haga en Van der Plas. Dank u wel. Voor uw coulance, voorzitter. Merci, meneer Van Raan. Dan geef ik het woord aan mevrouw Den Haan, fractie Den Haan. Ja, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan het kabinet voor de inzet op het pakket met de aanvullende maatregelen. Ik heb een aantal moties meegetekend met de heer Van Raan. Maar ik vind het toch ook wel echt heel erg belangrijk dat alle maatregelen die er zijn ook echt beschikbaar komen voor mensen. En dat er proactief zeg maar, inzet komt op het aanbieden van die maatregelen. Vandaag stond ook weer in de krant dat bijna 20.000 ouderen hun aanvulling op de AOW niet ophalen. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat het kabinet een pakket aan maatregelen heeft gepresenteerd om de daling in koopkracht enigszins te compenseren. Overwegend dat er mensen zijn die recht hebben op één of meerdere van die maatregelen en dat er bijvoorbeeld door laaggeletterdheid dat niet weten, verzoekt de regering om samen met gemeenten te bezien hoe zoveel mogelijk huishoudens die de aanvullende maatregelen nodig hebben proactief benaderd kunnen worden. En gaat over tot de orde van de dag en was meegetekend door collega's Van Raan en Azarkan. Dank u wel. Dan kijk even naar de heer Dassen van Volt. Dank voorzitter en dank aan de bewindspersonen voor het debat. Een van mijn moties sluit bijzonder veel aan bij de motie die de heer Van Raan net indiende. Dus ik denk dat we daar even moeten kijken wat de precieze overlap daarvan is. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemateriaal in Nederland onder het hoge tarief van 21% vallen. Overwegende dat het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemateriaal het gebruik van gas significant kan terugdringen en dit de huishoudens helpt hun energierekening betaalbaar te maken of te houden, verzoekt de regering om in het belastingplan van 2023 tijdelijk de aankoop van zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemateriaal onder het nultarief in te voeren en gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door de heer Nijboer. En deze sluit erop aan. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de werkzaamheden aan woningen waar bijvoorbeeld isolatie onder valt onder het 9% tarief vallen. Dat de Raad van Ministers van Financiën de mogelijkheid heeft gegeven om deze te verlagen naar een tarief tussen 0 en 5%. Verzoekt de regering om de opties binnen de BTW-richtlijn in kaart te brengen als input voor het belastingplan 2023 om tijdelijk de verduurzamingswerkzaamheden van woningen, specifiek de isolatie van woningen en het installeren van dubbelglas, warmtepomp en zonnepanelen onder het nultarief in te voeren. En gaat over tot de orde van de dag. Mede ingediend door de heer Nijboer en Van Raan. Dank u wel, meneer Dassen. Dan geef ik het woord aan de heer Eertmans, JA 21. Voorzitter, goedenavond. Ook aan de collega's. JA 21 heeft twee voorstellen die we graag te berde willen brengen. En benieuwd naar de reactie van het kabinet om de pijn te verlichten in ons land. De eerste, de Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat terecht veel aandacht uitgaat naar de gevolgen van de kelderende koopkracht en stijgende prijzen voor de mensen met de laagste inkomens. Overwegen dat de werkende Nederlanders met een modaal inkomen echter eveneens hard geraakt gaan worden. Overwegen dat zij, net als voor veel reguliere toeslagen, ook niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Spreekt uit dat de koopkrachtmaatregelen van het kabinet ontoereikend zijn voor Nederlanders met een modaal inkomen en verzoekt de regering deze groep meer prioriteit te geven in haar koopkrachtmaatregelen. En gaat over tot de orde van de dag
Ook ondertekend door mevrouw Van der Plas, de heer Stoffer en de heer Van Haga. En de tweede gaat over BTW. Voorzitter, Kamer gehoord de beraadslaging. Constateren dat de BTW-inkomsten voor dit jaar zijn begroot op 67,5 miljard euro. Constateren dat de gestegen prijzen ondanks de verlaging van de BTW op energie kunnen leiden tot hogere totale BTW-inkomsten voor het Rijk. Overwegen dat de staat niet extra mag verdienen aan het steeds duurder wordende dagelijks leven van Nederlanders, verzoekt de regering eventuele hoger dan de begrote BTW-inkomsten terug te laten vloeien naar de samenleving in de vorm van lastenverlichting. En gaat over tot de orde van de dag. Eertmans, Van der Plas, Stoffer en Van Haga. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan de heer Stoffer, SGP. Voorzitter, vorige week vroeg ik of de vermindering van de energiebelasting per 1 januari 2022 verhoogd kon worden. Daardoor zijn lage middeninkomens namelijk veel meer geholpen dan bij een generieke btw-verlaging. En ik dank het kabinet en specifiek de staatssecretaris voor de brief met een reactie op dat voorstel. Goed nieuws, want het blijkt voor de Belastingdienst wel uitvoerbaar, maar voor de energieleveranciers ligt dat moeilijker. En men geeft drie redenen aan. Voor klanten die dit jaar al een jaarrekening hebben gehad, moet er een nieuwe factuur opgesteld worden. Maar naar mijn bescheiden mening is dat een koud kunstje. Dat doen ze namelijk elk jaar al. Er dreigen problemen bij overstappers, maar ik denk niet dat er heel veel overgestapt zijn met een stijgende rekening op de energie in het vooruitzicht. Maar ook hier is het niet onuitvoerbaar. Het is de vraag om het voordeel al in 2022 gemerkt wordt door huishoudens, omdat de voorschotten aangepast moeten worden. Maar feit is dat gezinnen het voordeel in ieder geval wel gaan merken, in tegenstelling tot een generieke btw-verlaging. Want op pagina 77 van de inventarisatielijst wordt terecht opgemerkt dat een btw-verlaging mogelijk niet doorberekend wordt aan huishoudens. Waarschijnlijk komt een deel van de btw-verlaging dus bij de energieleveranciers terecht. En tenslotte, een btw-verlaging houdt een verduurzaming tegen, terwijl een hogere belastingvermindering daar geen invloed op heeft. Kortom, ons voorstel is wel heel lastig, maar het lijkt wel uitvoerbaar. En voor lage en middeninkomens is het betalen van de energierekening wellicht nog veel lastiger en soms helemaal niet uitvoerbaar. En daarom, voorzitter, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat het kabinet voorstelt om de BTW op energie te verlagen, constateren dat het profijt van deze verlaging stijgt naarmate men meer energie verbruikt, met als gevolg dat hoge inkomens relatief meer profiteren van de BTW-verlaging, overwegen dat men met name lage middeninkomens koopkrachtverlies ondervinden door de gestegen energieprijzen en dat juist zij ondersteund moeten worden en dat dit bereikt wordt door de belastingvermindering energiebelasting te verhogen in plaats van de BTW op energie te verlagen, constateren dat een verhoging van de belastingvermindering met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 voor de Belastingdienst wel uitvoerbaar blijkt, overwegen dat de nadelen voor energieleveranciers niet opwegen tegen de voordelen voor lage en middeninkomens, verzoekt de regering de belastingvermindering energiebelasting per 1-1-2022 te verhogen en de BTW op energie niet te verlagen en gaat over tot de orde van de dag samen met de heer Van Raan, mevrouw Van der Plas, de heer Van Haga en de heer Omtzigt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stoffer. Met een vraag van de heer Nijboer daarover. Gaat u gang. Nee. Ja, ook omdat ik de heer Stoffer een beetje ken. Die heeft heel precies die voorstellen gedaan, heeft het kabinet ook naar gekeken. En hij zegt van nou, eigenlijk vind ik echt dat die btw-verlaging beter op een andere manier bij de lage en middeninkomens terecht kan komen. Wat betekent dat voor de houding van de SGP ten opzichte van het kabinet, het pakket dat het kabinet voorstelt als het kabinet deze motie naast zich neerlegt, naast alle andere 10, 15 moties met andere alternatieven. Maar de heer Stoffer. Vraag naar de SGP-motie. Ja, voorzitter. Kijk, als een coalitie het pakket steunt, dan kan ik hoog of laag springen, maar dan gaat dat gewoon het halen. Ik heb ook de vorige keer aangegeven in eerste termijn dat ik het een mooie inzet vind van het kabinet, maar dat ik graag kijk waar verbeteringen mogelijk zijn. Nou, volgens mij zijn we het erover eens dat het een verbetering is, zowel u als ik, als ook het kabinet. Ja, alleen de vraag zit op de uitvoerbaarheid. Maar voor mij is dat die, als de Belastingdienst het niet had gekund, dan had ik gezegd, ja, dat moeten we niet doen, want ik wil de Belastingdienst niet kapot maken. Die moeten we de komende jaren met elkaar echt weer opbouwen. Maar de energieleveranciers heb ik iets minder medelijden mee. Ik heb persoonlijk afgelopen keer gemerkt, mijn energieleverancier ging failliet, de curator. En daarna toen ik overstapte, had ze de jaarrekening zo voor elkaar, toen er nog een foutje in zat, ook zo weer vernieuwd. Dus dan denk ik, ja, zo'n generieke, makkelijke maatregel. Waar, wat mij betreft moet die. Dus ik zou het erg op prijs stellen als het kabinet
inderdaad een oordeelkamer zou geven, dan zou ik daar positiever naar kijken. Maar laat onverlet dat ik met alles wat we op dit moment doen om lage en middeninkomens een steun in de rug te geven, ik gewoon heel erg blij ben. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie moties en ik begin met eentje wat een spreekt uit motie is. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat burgers wordt geadviseerd de verwarming een paar graden lager te zetten en desnoods een extra trui of een deken te gebruiken om warm te blijven. Constaterende dat de cv-ketel in het Tweede Kamergebouw vaak op volle toeren draait, waardoor het vaak bloedheet is in het gebouw, spreekt uit dat de Tweede Kamer het goede voorbeeld moet geven, de verwarming een paar graden lager moet worden gezet en wij allemaal een extra trui en een deken meenemen naar ons werk als wij het koud hebben. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de energieprijzen en brandstofprijzen de pan uitreizen, constaterende dat de kostprijs om voedsel te maken voor onze voedselproducenten zoals boeren, tuiners en telers, maar ook voor bedrijven zoals loonwerkers, transport, grondverzet en bouw enorm oploopt, constaterende dat de exorbitant hoge energieprijzen de uitvoering van deze werkzaamheden fors bemoeilijkt en in sommige gevallen zelfs leidt tot het stoppen met voedsel produceren of zelfs faillissementen, overwegende dat in ons omringende landen zoals België en Duitsland nog wel rode diesel gebruikt mag worden voor deze sectoren en daarmee rechtsongelijkheid is ontstaan als mede een ongelijk speelveld, verzoekt de regering de rode diesel in de land- en tuinbouw, transport, loonwerk, bouw en grondverzet weer toe te staan, zodat de kostprijs voor onze ondernemers daalt en de prijs voor producten zoals voedsel niet verder de pan hoeven uit te reizen, gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door de heer Stoffer en de heer Van Haga. De Kamer gehoort beraadslaging en let goed op, want hier gebeurt iets heel moois. Constaterende door bizarre brandstofprijzen veel mensen grote problemen ervaren met mobiliteit, waaronder naar hun werk, maar ook naar familie. Constaterende dat de NS nu al bezig is om te kijken hoe treinen met veel lege stoelen beter kunnen worden benut door middel van prijsreductie om daarmee drukke treinen tijdens de spits te voorkomen. Overwegende dat het voor het vullen van arbeidsplaatsen en lege stoelen in het OV van belang is dat het totaalpotentieel van het OV benut wordt, wat ook nog eens goed is voor het milieu, verzoekt de regering te onderzoeken hoe reizen met openbaar vervoer op korte termijn buiten de spits gratis gemaakt kan worden en hier zo snel mogelijk een pilot voor op te starten met de NS. Gaat over tot de orde van de dag. En wat is hier zo mooi aan? Deze dien ik in met de Partij voor de Dieren. De heer Van Raan. Dank u wel. Ja. De laatste motie en dan geef ik het woord tot slot aan de heer Omtzigt. Uitgang, meneer Omtzigt. Ja. Dank u wel, voorzitter. Zelden heeft een gedeelte van Nederland zo opgezien tegen sneeuw de komende dagen als nu. Met gasprijzen van 3 euro per kuub zullen mensen zich die 17 graden waar hier om gelachen wordt niet eens kunnen veroorloven. Voorzitter, sommige vragen van mij zijn niet goed begrepen. Eentje wil ik eruit leggen. Mensen die een failliete energiemaatschappij hadden, die kregen verplicht een nieuw contract. En dat werd de prijs hoger, maar de prijs werd ook hoger dan de andere mensen bij die maatschappij betaalden. En daar wil ik weten waarom dat zo was. Dat de prijs hoger wordt, dat is vervelend, kan ik snappen. Maar waarom mochten ze nog meer benaderd worden? Voorzitter, 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering de afbakening van de doelgroep van de energietoeslag in de wet te regelen en gaat over tot de orde van de dag. Want het is bizar dat je bijvoorbeeld in Rotterdam maar 200 euro krijgt, terwijl hier in Den Haag 900 euro krijgt. We gaan weer terug naar een gemeentelijk bijstandsbeleid. En dat hebben we al 60 jaar niet gehad. Voorzitter, de tweede, de Kamer gehoort de beraadslagingen, constateren dat Duitsland en België hun accijns op brandstof verlagen en dat enorme grenseffecten heeft. Verzoekt de regering in overleg te treden met de buurlanden ten einde grenseffecten te dempen. En verzoekt de regering de accijnsen zo vast te stellen dat de totale belastingdruk op zowel benzine als diesel maximaal 10 cent per liter hoger is dan in de buurlanden, zodat de grenseffecten niet bizar groot zijn. En gaat over tot de orde van de dag.
Dank u wel, meneer Omtzigt. De bewindspersonen hebben aangegeven ongeveer 20 minuten nodig te hebben om zich voor te bereiden. Ik schors de vergadering tot 9:55.
vergadering. Aan de orde is voortzetting van het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen. Ik kijk ook even waar uw collega's zijn, minister, gezien de tijd. Ja, zullen we dat gewoon doen? Ik wil in ieder geval aan de minister vragen, als er moties bij zitten die echt overbodig zijn, om dat ook gewoon zo uit te spreken en ze ook te ontraden. En ik wil ook aan de collega's vragen, als er moties zijn ingediend waar er al een toezegging voor is gegeven, trek dan de motie in. Want we hebben nu 35 moties, erg veel. Dus ik doe ook echt een oproep. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken om het aantal moties wat te beperken. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, ik krijg er toch wel aan om te zeggen dat ik eigenlijk het kabinet, de afvaardiging van het kabinet hier verwacht. Dus ik vind het fijn dat de minister wil beginnen. Ik zal er ook niet voor gaan liggen, want ik vind het fijn dat zij er wel op tijd zijn. Het is ook al laat, maar we hebben een tijd afgesproken waarop we weer beginnen. Als er meer tijd nodig is voor het kabinet, alle begrip voor me, laat het even weten. Nu zijn ze gewoon te laat. Ik vind dit eigenlijk niet kunnen. Maar we hebben gelukkig een minister aanwezig, dus ik geef haar meteen het woord. Maar goed, dank u wel, voorzitter. En dank ook voor het feit dat u mij toestond om hier ook mijn collega van Gennep, die ik van harte beterschap wens, ook te vervangen. Ik ga niet alle moties liggen op mijn terrein, dus houdt u de administratie even goed bij, zou ik willen zeggen. Ik ga heel goed. Dus af en toe dan spring ik naar de volgende motie, daar waar er een aantal tussen zitten. Dan betekent dat de andere twee die moties gaan beoordelen. Ten eerste motie nummer 1. Die vraagt om een verhoging van 2 ml nu al per 1 juni door te voeren. Eerst wil ik maar even benoemen dat dit een eenmalig pakket is. En een verhoging van 2 ml is natuurlijk hopelijk niet eenmalig als je dat doet. Ik bedoel, je gaat niet eerst in 1 jaar omhoog en dan daarna weer omlaag. Dus daar zit al een verschil in bij deze maatregelen. Daarnaast werkt het WML op ongelooflijk veel regelingen door. Waaronder ook regelingen met een jaarsystematiek zoals de arbeidskorting en de toeslagen. Nou, dat kan er dus voor zorgen dat dat ook weer leidt tot terugvorderingen van toeslagen. En die doorwerking moet dus goed in beeld worden gebracht. Nou, dan heb je echt een zorgvuldig wetgevingsproces voor nodig. Waarin je ook kijkt bijvoorbeeld naar advisering van de Raad van State en de behandeltermijn in de Kamers. En daarom is die verhoging per 1 juli niet haalbaar. Dat heeft mijn collega van Gennep volgens mij vorige week ook aangegeven. Daarom ontraad ik deze motie. De heer Klaver. Ja, voorzitter, ik heb het niet over ik heb het over het moment om de indexatie toe te passen. Dat is een ANVB, dat is geen wetstraject. Daar besluit het kabinet altijd toe. Ieder jaar. En wat ik vraag is om in die indexatie iets hoger te leggen dan wat het normaal is. Daar heb je dus geen heel wetstraject voor nodig. Dat is pas vanaf 1 juli. Dat besluit moet pas genomen worden, als ik goed ben geïnformeerd, in mei. Dus het kabinet heeft nog de tijd om in kaart te brengen wat daar de gevolgen van zijn. En is het kabinet daartoe bereid? Ik bedoel, als daar gevolgen zouden zijn die echt niet kunnen, ja, dan gaan we dat natuurlijk niet doen. Maar ik ben er niet van overtuigd. De minister. Ja, voorzitter, je doorbreekt daarmee de systematiek die geldt bij de verhoging en, van de WML. Dan laat je dus de indexatie los en ga je daarbovenop zelf een eigen percentage zetten. Daar moeten we dan nog discussie over hebben wat dat dan zou moeten zijn. Maar dat werkt wel degelijk door in allerlei regelingen, omdat die niet gekoppeld zijn aan die indexatieverhoging. Dat moet je dus op al die andere punten ook gaan doen. En dan krijg je echt wel te maken met dit soort aspecten en die qua uitvoering echt belastend zijn. Ik heb hier vorige week nog een debat staan voeren over het ook rekening houden met de uitvoering. Ik zou hem hier echt willen teruggeven aan de Kamer, dat hier zeker speelt. De heer Klaver, tot slot. Nou, voorzitter, volgens mij klopt dat niet, omdat het gaat echt over het indexatiebesluit. Dus je kan de wet geeft de ruimte om af te wijken van de normale wettelijke indexatie. Dus die kan je dan wel lager, dan wel hoger leggen. Daarmee werkt het gewoon door in alle systemen zoals ze er liggen. En ik zou toch echt het kabinet willen vragen om in kaart te brengen wat dan de gevolgen zouden zijn als die indexatie 1, 2, 3, 4, 5% hoger zou liggen dan normaal. Ja, dat wijkt af van de normale systematiek. Maar er wordt nu ook met een beleidsbesluit ervoor gekozen om de accijnzen per april al te verlagen. Dat wijkt ook af van het aanvragen van een advies bij de Raad van State. Er wordt wel geadviseerd in de memo's die ik heb gelezen. Dus ook daar wordt afgeweken. Dat kan ook op dit punt, als je maar wil. De minister. Ja, voorzitter, ik denk dat wij van mening blijven verschillen over het feit of dit heel complex is of niet. Het tweede verzoek wat de heer Klaver deed is in kaart te brengen is wat anders dan dat deze motie vraagt. Die vraagt ook echt daadwerkelijk door te voeren en dat moet ik toch ontraden. Ja, motie 1 wordt ontraden. Dan motie nummer 2 om het budget voor de energietoeslag te verhogen tot 130% sociaal minimum.
Het kabinet heeft aangegeven dat het voor 120% is, dat de €800 geldt voor 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit percentage ligt hoger dan datgene dat we al hebben afgesproken, ook met de gemeente. Ik wil u daarbij wijzen dat we in december al dit hebben niet €800, dat was zo'n €200 bij 120% wettelijk sociaal minimum. Er is toen ook nog een incidentele suppletoren begroting door uw Kamer gegaan, die dit ook de middelen daarvoor met dat kader heeft vastgesteld. Dat was het kader waarbinnen wij zijn gaan werken. Deze motie vraagt meer en is ongedekt en die moet ik daarom ontraden. Dan ga ik, let dus even op, naar motie 5. En die motie die vraagt ook om het koopkrachtpakket meer te richten op lage en middeninkomens. En ik wil daar graag, ik hoop niet dat ik het ingewikkelder maak, voorzitter, maar gelijk ook motie nummer 28 betrekken. Want die ziet eigenlijk min of meer op hetzelfde. En ik moet beide moties ontraden. Dat doe ik nu maar gelijk even in één keer, want ze zien eigenlijk ongeveer op hetzelfde. We hebben de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, die ondersteunt zowel de lage inkomens, maar ook de middeninkomens. We hebben ook gezegd, het dempt de pijn. Het neemt niet alle pijn weg. Maar dit waren maatregelen die we ook snel konden invoeren. We hebben wel toegezegd om de kwetsbare groepen in kaart te brengen en te kijken waar knelpunten optreden. We gaan ook TNO vragen om dat onderzoek naar energiearmoede te actualiseren. Dus we houden die vinger aan de pols. Deze motie roept al op om dat koopkrachtpakket meer te richten erop. Het kabinet komt met Prinsjesdag altijd weer met maatregelen. Hoe wij ook omgaan met onder andere lage en middeninkomens. Dan kunt u beoordelen of dat voldoende is volgens u. Maar op dit moment hebben we het koopkrachtpakket gericht op lage en middeninkomens en ontraad ik deze motie. Moties 5 en 28. Dan motie nummer 6. Dit is de categorie moties waar de voorzitter het misschien net over had. Want dit is toegezegd al door minister Van Gennep. Dus in die zin is de motie codificering van een toezegging, laat ik het maar even zeggen. Wat we al gaan doen, we gaan TNO vragen om dat onderzoek te actualiseren. En we hebben ook, collega Van Gennep heeft ook toegezegd de onderzoeksopzet met uw Kamer te delen. En dat zullen we ook zo spoedig mogelijk gaan doen. Dus. Wilt u de motie intrekken dan, meneer Akai, omdat u vorige keer al een toezegging heeft gekregen? Ja, voorzitter. Ik sta niet om stemming af te dwingen als het niet nodig is. Maar dit debat is wel opgesplitst in drieën. Dus ook die toezeggingen zijn wat moeilijk bij te houden. Dus vandaar dat ik ook in mijn eigen inbreng zei van ik doe het voor de zekerheid. Maar als dit zoals het hier staat is toegezegd, dan trek ik hem met liefde in. We gaan het doen, meneer Alkaia. Dank u wel. Motie 6 wordt ingetrokken. Waarvoor dank, meneer Alkaia. Dan even kijken. Kom ik bij motie nummer 10. Dat is de motie van de heer Van Dijk, Tony Van Dijk, om in overleg te treden met VNG over de eenmalige energietoeslag. Ik heb ongeveer, nou zeker wekelijks, maar ook nog vaker overleg met de VNG waarin dit soort zaken ook besproken worden. Ambtelijk hebben ze ongeveer elke dag contact met VNG ook hierover. Overigens is ook goed om vast te stellen dat er een handreiking is opgesteld hoe om te gaan ook met de afbakening van de groepen. Die handreiking is ook samen in samenwerking met VNG opgesteld. Hij is van ons, maar in samenwerking met VNG. Dus daar ligt ook al een richtlijn. Maar ik kan wel het oordeelkamer geven dat wij in overleg blijven, zou ik bijna willen zeggen, tegen de heer Van Dijk. Dus deze motie heeft oordeelkamer. Is er daarmee ondersteuning beleid? Ja, we doen het al. Maar... Ja, dan is de vraag even, want we zijn, we willen met elkaar wat minder moties. Of de minister de motie kan overnemen. Is dat een idee? Is ook prima. Ja. Meneer Tony van Dijk, PVV, was het al gebeurd? Voorzitter, ik ben heel blij met Oordeel Kamer. En met name omdat we vandaag een brief kregen van VNG waarin deze punten als accenten, als verzoek aan de Kamer om dat mee te geven aan de minister, dus expliciet genoemd worden. Dus ik zou graag dat de Kamer steunt en de VNG steunt, zodat de minister daarop kan acteren. En kan de minister de motie overnemen? Nee. Maar dan zou ik de minister willen vragen, als u het al doet, is het een overbodige motie en moet u hem eigenlijk ontraden? We proberen even een wat... Maar het is aan de minister. Ja.
Maar dat klinkt zo raar, voorzitter. Ja. Want ik ga het wel doen, maar dan ga ik hem ontraden. Ja, dat is een beetje... Nou, dan doen we oordeelkamer en dan is het... dan gaan we erover stemmen. Ja. Dan motie nummer 11. De motie Grinwis en Van Weyenberg. Die vraagt ook om zo snel mogelijk overleg met VNG en gemeente om knelpunten te inventariseren. En ook als het blijkt dat het budget niet voldoende is om om te kijken hoe we die extra middelen weer toe kunnen kennen. En dat op een vergelijkbare manier te dekken als de huidige regeling. Als ik deze motie zo mag uitleggen. Wij hebben gezegd dat €800 is leidend bij 120% wettelijk sociaal minimum. Als blijkt dat de gemeenten daar meer nodig hebben, dan geven wij de garantie, want dat is het woord dat ze zoeken, zeg ik ook eventjes naar de heer Van Dijk, Tony Van Dijk, want dat stond ook in de brief van VNG, dan geven wij de garantie dat de gemeenten dat ook gecompenseerd krijgen. Alleen hier wordt een hele specifieke dekking aangedragen. Ik vraag de heer Grinwis en de heer Van Weyenberg dat we als kabinet ook nog, dan nog wel nader mogen terugkomen als het zich voordoet, wat dan de dekking hiervan wordt. Maar als ik die motie zo mag uitleggen, dan kan ik hem oordeelkamer geven. Kijk even naar de heer Grinwis of hij zich kan vinden in deze interpretatie. Dat is het geval. Dus dan krijgt hij oordeelkamer, motie 11. Ja. Dan motie nummer 13. In gesprek met bewindvoerders schuldeisers om termijnbedragen tijdelijk aan te passen. Ik ben samen met ook de collega van EZK al ook in gesprek met de energieleveranciers om te kijken hoe we ook om kunnen gaan eigenlijk met wat we zien aankomen eigenlijk aan dit soort zaken. Deze motie vraagt ook om met bewindvoerders schuldeisers en dergelijke dat gesprek aan te gaan. Ik wil ook met deze partijen dat gesprek aangaan om te zien hoe we daar ook de goede stappen kunnen zetten als die nodig zijn. Dus dan kan ik hem ook oordeelkamer geven. Dan kom ik bij motie nummer 18. Die ligt een beetje in de lijn van de motie van de heer Alkaya. Want eigenlijk ziet die motie van mevrouw Van Dijk ook op... ook eigenlijk het TNO-onderzoek, wat ook al toegezegd is. Dus ik zou haar willen vragen om deze motie dan ook... ik weet ook niet zo goed, dat hadden we gedaan, ingetrokken. Maar om deze motie dan ook te overwegen, laat ik het zo over te heroverwegen. Omdat dit ook eigenlijk wel hetgeen is wat we bij het TNO-onderzoek in kaart gaan brengen. Uiteindelijk maakt TNO niet de beleidskeuzes, dat doen wij. Maar dan kan mevrouw Van Dijk met Prinsjesdag ook bezien of er voldoende recht volgens haar is gedaan aan de uitkomsten ook van het TNO-onderzoek in wat het kabinet doet, maar wel in die volgorde. Dus eigenlijk zie ik deze wel in het verlengde van de motie van de heer Alkaya. Ja, dus het gaat al gebeuren, dus het verzoek is... Deel van de motie ziet op van en neem dan ook maatregelen toe. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk ook een beleidsweging. Alleen die maken wij bij Prinsjesdag, dat weet mevrouw Van Dijk ook. En dan kan zij zelf zien of dat volgens haar voldoende is, wat er dan gebeurd is. Dus uw verzoek is om de motie aan te houden? Ja, dat zou kunnen. Ja? Kijk even naar mevrouw Inge van Dijk, of zij daartoe bereid is. Sorry? Ja, de motie, dank u wel, motie 18 wordt aangehouden. Ja. Dan motie 19, ook van mevrouw Van Dijk, om een overzicht van niet gebruik van regelingen. Ik ben al bezig met een breder actieplan op armoede en schulden. En één onderdeel daarvan is het terugdringen van het niet gebruik van regelingen. U heeft vandaag ook kunnen lezen in de krant onder andere dat wij bijvoorbeeld gaan kijken hoe we het niet gebruik van de AIO, dat is de aanvulling voor de ouderen met een niet volledig AOW-opbouw, hoe we die ook eigenlijk proactief kunnen proberen te verminderen. Dat doen we al zelf. Daar gaan we zelf al op zoek naar mogelijkheden. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of dat ik deze motie mag betrekken bij het actieplan dat wij ook naar de Kamer gaan sturen. Dat zal voor de zomer zijn. En als ik hem daarin mee mag nemen, dan zou die oordeelkamer krijgen. Maar om nu apart daar los nog wat van te doen, terwijl we er al mee bezig zijn, dat vind ik dan weer... wat veel. Kijk even naar daar kan die landen. Ja, kijk even naar mevrouw Inge van Dijk of zij zich kan vinden in deze interpretatie. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik had eigenlijk gehoopt, juist omdat het nu zo urgent is, was mijn gedachte daarachter, als we ook op korte termijn zorgen dat er nog een keer extra slinger gegeven gaat worden vanuit de landelijke overheid. Beste mensen, alsjeblieft, dit is er allemaal, meld je, want heel veel mensen weten het gewoon niet. CER-onderzoek die toont dat ook aan. En ik vind het dan wel jammer om te wachten tot de zomer, dus ik wil heel veel over nadenken. Mocht mevrouw Inge van Dijk de motie toch in stemming brengen, wat is dan uw appreciatie?
Ja, voorzitter, dit gaat dus in potentie om veel regelingen. Dat is mijn punt ook. En als ik op al die regelingen gerichte communicatie moet gaan geven, waar welke persoon dat moet gaan doen, ja, dan vrees ik dat we voor de zomer nog ineens klaar zijn. Want dat is nogal een klus als je dat gaat doen. Alleen de essentie van deze motie onderschrijf ik. Dus ja, als ik hem mee mag nemen in dat actieplan, dan zou dat oordeelkamer zijn. Maar als mevrouw Van Dijk zegt, ja, nee, dat is mij niet genoeg of niet snel genoeg, dan zou ik hem nu moeten ontraden. Ja, kijk even naar u, want anders dan blijft het een beetje in de lucht hangen. Ik heb een poging gedaan om naar mevrouw Van Dijk toe te komen. Ja. Maar, dus zoals hij nu zo is, dan is hij... Ik begreep uit de woorden van mevrouw Van Dijk dat zij verder wil gaan dan wat ik voorstel, en dan moet ik hem nu ontraden. Ja, helder. Dan motie nummer 23. In gesprek met de energieleveranciers over de energieschulden. Zou ik één verzoek mogen doen? En het woord coulanter kan nogal voor vele discussie vatbaar zijn. Wat dat precies betekent. Ik wil graag ook weer met die energieleveranciers in gesprek. Over op welke manier, zou ik zeggen, kan worden omgegaan met de energieschulden. Dus het woord coulanter, als de heer Van Raan dat woord weglaat, dan weten we wel wat we bedoelen om te kijken van wat de mogelijkheden zijn om hier ook oplossingen te zoeken. En dan zou ik mijn oordeelkamer kunnen geven. Heer Van Raan. Ja, voorzitter, dank voor de appreciatie. Dat is een kwestie van vertrouwen. Hè, want het staat nu echt coulant. Op die kant wil je sturen. Nou, ik begrijp dat de minister dat ook wil doen. Dus het lijkt me prima. Ja, dus het woord coulanter wordt uit de motie gehaald en dan dient u een aangepaste motie in. Ja, dank. En dan kan ik hem oordeelkamer geven. Ja. Dan motie nummer 25 van mevrouw Den Haan. Ook met de gemeente te bezien hoe zoveel mogelijk huishoudens proactief benaderd kunnen worden. Ik noemde het net al, zij refereerde er zelf ook al aan op de AIO. Wij zijn daar zelf ook al actie op aan het ondernemen. Maar ook hier geldt eigenlijk net als hetzelfde als bij mevrouw Van Dijk. Dat nemen we ook echt expliciet mee, ook bij het actieplan armoede en schulden. En daar dus ook het tegengaan van nietgebruik. Als ik het daarin ook kan meenemen, dan zou ik hem oordeelkamer kunnen geven. Kijk even naar mevrouw Den Haan. Ze knikt, dus zij kan zich vinden in uw interpretatie. Dank u wel. Dan tot slot van mijn kant motie nummer 34. Die vraagt om in de wet vast te leggen dat de hele doelgroep van de energietoeslag €800 krijgt. En hij vraagt daar ook nog bij over de afbakening van de doelgroep. Zoals net al gerefereerd aan de heer Tony van Dijk, is er een handreiking opgesteld, ook in overleg met de gemeente, waarin ook duidelijk wordt gemaakt welke groepen hier wel en niet voor in aanmerking komen. Maar het gaat hier ook over gemeentelijk beleid. En dat is ook heel nadrukkelijk in december al gecommuniceerd. Er wordt aangesloten bij de gemeente, omdat die het minimabeleid hebben. De gemeenten die wisten ook in december dat zij tot 120% op dat moment €200 zouden krijgen voor de tegemoetkoming. Zij hebben daarna gevraagd, geef ook richting aan welke groepen. Nou, dat hebben we in die handreiking ook gegeven, die ook meegestuurd is in de brief aan de Kamer. Ik heb net ook al toegezegd dat de €800 de garantie is tot 120% wettelijk sociaal minimum. Dus deze motie moet ik zo ontraden. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, er is een groot verschil tussen €200 en €800. €800 is voor heel veel mensen meer dan een helft of driekwart van het maandinkomen van de groep waar we het hier over hebben. Dat maakt het verschil voor die mensen of ze wel of niet kopje onder gaan. En als we nu kijken naar wat gemeentes doen, dan zien we dat één gemeente zoals Den Haag hier mensen tussen 110 en 120% van het sociaal minimum, dat zijn die mensen die een baan hebben en net boven de bijstandsuitkering uitkomen. Die elke ochtend om 6 uur schoonmaken en dat met een flexibel contract. Die krijgen in Den Haag wel €900 en Rotterdam €200. Dat scheelt €700. €700, dit betekent dat we terug zijn in de periode van de noodwet van Drees, waar de uitkeringen per gemeente verschillend waren. Dat de uitkeringen hoger waren in Wassenaar en lager in Den Haag. Accepteert de regering dat? De minister. Er is nu al verschil in minimabeleid. Het maakt nu al uit in welke plaats u woont, voor welke regelingen u in aanmerking komt. Dat is de essentie van het gemeentelijke minimabeleid. Dus het is niet zo dat, dat daar nu helemaal geen verschillen zijn tussen gemeenten. Sterker nog, in sommige gemeenten zijn de regelingen toegespitst op 130% wettelijk sociaal minimum. In andere gemeenten tot 110% wettelijk sociaal minimum. Deze regeling
hebben we gezegd, is 800 euro tot 120% wettelijk sociaal minimum. Dat zijn de kaders die we ook met de gemeente, met de VNG, hebben besproken. En daar hebben we ook nog een handreiking op gemaakt, hoe dat dan specifieker in te vullen naar de verschillende doelgroepen toe. Dus voorzitter, ja, dat sluit ook aan bij het feit dat er is gekozen. Dat hebben de gemeente zelf ook aangegeven in een brief waar de heer Van Dijk aan refereerde. Dat ze zelf ook een stap naar voren hebben gezet. Omdat ze zeggen, nou, die willen wij dan wel uitvoeren. Maar ook wetende dat er verschillen tussen die gemeenten zijn. Meneer Omtzigt, tot slot. Ja, voorzitter. Inderdaad, het gemeentelijk beleid, minimabeleid, is verschillend. Want dan hebben we het over betalen van een sportclub. Dan hebben we het over het vergoeden van de extra kosten vanwege de zorg. Dit is een generieke inkomensmaatregel. Een generieke inkomensmaatregel die in gemeentes totaal verschillend gaat uitwerken. En doordat die totaal verschillend uitwerken, zullen bijvoorbeeld, noem een groep, de mensen die een woning van Vestia huren, die al tijden niet investeert in het dubbel glas, die zullen het snoeihard voelen in Rotterdam. Want die krijgen hem niet. En daarom wil ik juist nu nog een keer benadrukken, en dat doe ik ook maar even via de heer Omtzigt naar alle gemeenten toe. U heeft de garantie dat u 800 euro tot 120% wettelijk sociaal minimum kunt uitkeren. De reden dat sommige gemeenten daar terughoudend in waren, is omdat ze niet zeker wisten of dat ze daar de budgetten voor kregen. Dat wil ik hier nog een en andermaal nog een keer benadrukken, dat dat het geval is en dat ze dat bedrag dus ook kunnen uitkeren tot die doelgroep. Dank u wel. Wil ik de minister bedanken voor haar beantwoording. Ik kijk even naar de minister van Financiën. Ja. Dank u wel. Gaat uw gang. Dank mevrouw de voorzitter. Ik heb eerst een verzoek van de heer Klaver. Zoals de heer Klaver zag, of de Kamer zag, hebben de coalitiefracties een aantal technische vragen gesteld. Die zijn beantwoord. Dat is beantwoord in twee documenten. Een deel van de informatie was in eerste instantie gelakt, omdat de onderwerpen buiten de scope van de Kamerbrief vielen die wij vanavond bespreken. Maar het is correct, denk ik, dat de Kamer dezelfde twee documenten krijgt die de twee coalitiefracties hebben ontvangen. En dat gebeurt morgenochtend. Ja. Vannacht denk ik niet dat de heer Klaver ze nog wil ontvangen. Dat zou ook niet goed zijn qua arbo voor de ambtenaren, maar morgenochtend. Dank voor de vraag. Dan heb ik motie nummer 3. Ik spring dus ook tussen de nummers. Nummer 3 over de tochtige huizen en een verzoek om extra compensatie via huurtoeslag, huurbevriezing, huurverlaging. Het is een motie die op korte termijn niet uitvoerbaar is. Tegelijkertijd gaat de minister van Vroo stuurt dit voorjaar zijn programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving en het programma Betaalbaar Wonen naar de Kamer. Hierin zal er nader op in worden gegaan. Dus ik zou eigenlijk ook de indieners willen vragen of zij hem eventueel willen aanhouden tot de minister van Vroo zijn programma heeft ingediend. De heer Nijboer, PvdA. Ik had uit de meebo's begrepen dat de huurtoeslag op zichzelf wel uitvoerbaar was, alleen dat er nadelen aan zaten die het kabinet, want dan moeten mensen, de inkomensbegrip wordt anders en mensen krijgen hogere toeslagen, moeten ook weer meer terugbetalen, maar dat op zichzelf wel kon. Ook per 1 juli, dat heb ik uit de memo's begrepen. De minister. Er is ook nog huurbevriezing of huurverlaging wordt er genoemd. Ik geef het kabinet alle mogelijkheden en alle ruimte. Ja. Maar in ieder geval, op het pakket is dan het oordeel van het kabinet dat die ontraden wordt. Maar ik gaf de heer Nijboer in eerste instantie nog de optie om hem aan te houden en het verder te bespreken met de minister van Vroo op basis ook van zijn pakket. De heer Nijboer. Wat dit voorjaar naar de Kamer komt. Nou, voorzitter, ik begin daar bij de minister van Volkshuisvesting nog. Ik heb een soortgelijke moties daar ook al weggestemd gekregen. Maar ik vind het binnen dit pakket wel passen. Want juist huurders in een sociale huurwoning hebben een laag en middeninkomen. Dat is gericht en kunnen niks doen aan hun isolatie. Dus ik wil best even denken of ik het over 2 weken, maar ik hou hem vooralsnog niet aan, omdat ik hem binnen dit pakket vind passen als alternatief. En als het oordeel blijft hetzelfde, dat heb ik net gezegd, wordt hij ontraden. Dank u wel. Motie nummer 4. Verzoekt het kabinet openbaar vervoer fors betaalbaarder te maken. De motie is ongedekt en inhoudelijk gezien is het ook de inschatting van het kabinet dat die niet op korte termijn niet te realiseren is. Wij ontraden deze motie. Motie nummer 12. Die is oordeel Kamer. Mits, ik moet er wel bij zeggen, de motie van de heer Van Wijnberg en Grinwis. Mits ik op korte termijn mag worden gelezen als met ingang van het volgende subsidiejaar, namelijk 1 januari 2023. Er moet ook rekening gehouden worden met uitvoering en bezwaarprocedures die moeten worden voorkomen.
Kijk even naar de heer Van Wijnberg. Ja, dat is prima, voorzitter. Ja, okay. Motie nummer 14 van de heer Azarkan. Oordeel Kamer, als ik de motie zo mag lezen, dat het ACM gevraagd wordt de tarieven voor energie en benzine te monitoren, in een slecht Nederlands werkwoord. Motie nummer 17, daar wordt gevraagd door de heren Van Haga en Smulders, lid Smulders, verzoekt de regering verder te onderzoeken welke soort MKB-ondernemingen het hardst worden getroffen en spoedig met een aanvullend pakket te komen. Nou, het kabinet ontraadt de motie, maar de minister van EZK houdt wel de vinger aan de pols, haar vinger aan de pols, bij de situatie in het MKB. De motie vraagt bij voorbaat met een aanvullend maatregelenpakket te komen, zonder een suggestie van een dekking. En wij ontraden dus deze motie. Motie 28, heb jij die meegenomen? Ja, die is meegenomen door minister Schouten. Motie nummer 31 spreekt uit, dat was dus aan de Kamer. Motie... Wij herkennen deze motie en ik zal zeker met truien en dekentjes komen, conform de oproep van mevrouw Van der Plas. Motie nummer 33, die ontraden wij. Dank. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan de staatssecretaris van Financiën. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan hebben we nog 15 moties te gaan. Ik begin met motie 7. De motie van de heer Akkaya. En dat gaat eigenlijk om de vraag om de solidariteit te organiseren door een verhoging van belasting op inkomens, hoge inkomens en belasting op winst van grote bedrijven. We hebben bewust gekozen voor tijdelijke maatregelen. Dat staat ook in de brief. En ook in de eerste termijn heb ik gezegd, als je de inkomensbelasting, en dat geldt ook voor de vennootschapsbelasting, iets wilt wijzigen, dan is dat meer een structurele maatregel. In de inkomstenbelasting kan dat overigens pas per 1 januari aanstaande. En dat geldt voor de vennootschapsbelasting ook. Dus wij ontraden deze motie. Motie 8 van de heer Alkaya. Voordat u verder gaat, de heer Alkaya, SP. Voorzitter, de aard van de maatregelen die het kabinet neemt zijn normaal gesproken ook structureel. De accijnsverlaging en dergelijke. Toch wordt daarvan gezegd, want dat doen we even tijdelijk. Dat zou met deze zaak ook kunnen, maar dat is niet eens wat de motie vraagt. De motie geeft een aantal voorbeelden. De kern van de motie is solidariteit organiseren. Want die maatregelen komen terecht bij groepen waar ze niet terecht zouden moeten komen. Daar hebben we begrip voor omdat het zo snel moet, dat het ongericht is. Maar dan kun je ook eenmalig, incidenteel, van die groepen iets extra's vragen. Want dat is solidariteit. Is het kabinet bereid om dat te doen? De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Ik heb gezegd, als dat via de inkomstenbelasting moet, tarieven of via de vennootschapsbelasting, dan kan dat pas per 1 januari aanstaande. Dit pakket ziet op dit jaar. Het zijn tijdelijke maatregelen. 9 maanden, 6 maanden. 9 maanden voor de accijns, 6 maanden voor de BTW. Dus tijdelijk versus structureel. Dus dat gaat niet werken wat u wil in dit jaar. Ja, heer Kaya. Voorzitter, de motie gaat niet over dit pakket. Ik vraag aan het kabinet, eigenlijk vraag ik aan de Kamer om een oordeel te vormen hierover, zodat het kabinet de opdracht meekrijgt om het op de een of andere manier bij die groepen waar deze compensatie of de tegemoetkomingsmaatregelen terechtkomen, waar ze niet zouden moeten terechtkomen, om dat ook weer terug te vragen, omdat dat solidariteit is. En als het kabinet zegt, nee, dat willen wij ook op een andere manier niet organiseren, dan hebben wij een politieke verschil van opvatting en dan kunnen we daarover stemmen. Maar de argumentatie die de staatssecretaris hierbij geeft, die klopt niet. Ja. Staatssecretaris. Oké, voorzitter, dan het tweede argument is, er zit, maar dat is ook in de eerste termijn aan de orde geweest, specifieke maatregelen, generieke maatregelen. Je moet eigenlijk naar het totale pakket kijken. Niet alleen dit pakket, maar ook het vorige pakket, de 6,2 miljard. De specifieke maatregelen die zijn echt gericht op de lage inkomens. Het zat in het eerste pakket meer dan in het tweede pakket. In het tweede pakket zitten generieke maatregelen, waar ook lage inkomens, modale inkomens, maar inderdaad ook hoge inkomens. Dat is een keuze geweest en dat is het... Ja, dat is het verschil tussen fijnmazig en grofmazig. Maar overal, als je naar de twee pakketten kijkt, vinden wij dat ook aan de solidariteit invulling is gegeven. Dus dank wij wel. Ontraden de motie. Ja, we gaan naar motie 8. De motie 8.
Dat is verzoekt de regering te onderzoeken hoe de energiebelasting eerlijker en dus minder degressief kan worden gemaakt. Nou, dat zijn wij met de heer Alkaya eens. Dat staat ook in het coalitieakkoord dat we dat gaan doen. Dat gaan we dus ook met plannen komen om dat uit te werken. Dus ik geef een overweging om de motie aan te houden totdat wij met onze plannen komen. Kijk even naar de heer Alkaya. Voorzitter, het spijt me dat ik het coalitieakkoord niet uit mijn hoofd ken. Ik heb toch mijn best gedaan. Geldt dat ook voor de gasrekening? Want dan wil ik hem best aanhouden. Als het niet op de gasrekening geldt, dan niet. Hij geldt ook voor de gasrekening, ja. Dan hou ik hem aan, voorzitter. Ja, dank. Dat is heel netjes van u. Dank u wel. Motie 18.8 wordt aangehouden. Of wordt ingetrokken, volgens mij. Aangehouden. Oké, okay, aangehouden. Dan motie 9. Dat is een motie van de heer Tony van Dijk om ter compensatie de btw op energie en de accijns op brandstof tot eind 2022 op nul te zetten. Dat kan niet, voorzitter. Dat is in strijd met de Europese regelgeving, dus die ontraden wij. Dan motie 15 van de heer Azarkan. Verzoekt de regering te monitoren hoe het verschil in brandstofprijzen zich ontwikkelt, welke effecten dit heeft en indien nodig het beleid bij te stellen. Het is inderdaad goed om die effecten te monitoren. Ik heb ook al eerder onderzoek naar de effecten in de grensregio's toegezegd. En dit kan ik hiermee uitbreiden. Dus oordeel Kamer. Voorzitter, dan de motie 16. Dat is een motie van de heer Van Haga en Efrahim. Die stellen voor om de tijdelijke btw-verlaging op energie en de tijdelijke accijnsverlaging op brandstof permanent te maken. Nou ja, dat kost structureel, dus ieder jaar 1 miljard. En het was heel nadrukkelijk, dit pakket was heel nadrukkelijk bedoeld als tijdelijk en niet als permanent. Dus dat ontraden wij. Dan motie 20, dat is een motie van mevrouw Van Dijk en de heer Van der Molen. Verzoekt de regering ten gunste van het vergroten van het aantal reizigers in het openbaar vervoer het beperken van de reiskosten te onderzoeken of het verlaagde tarief op het openbaar vervoersbewijzen tijdelijk naar 0% kan worden gebracht. Een algemene maatregel voor 0% procenttarief op openbaar vervoer als tijdelijke maatregel in het kader van koopkrachtmaatregelen, dat klinkt sympathiek. Het is echter de vraag of dit de meest effectieve maatregel is. Het is nu 9%, naar 0% kost tussen de 300 en 400 miljoen. De Europese Commissie die komt waarschijnlijk dit jaar met een voorstel voor het internationaal treinvervoer en het ministerie van Financiën evalueert dit jaar de verlaagde btw-tarieven. Nou, het ligt dan ook om de reden om die EU-plannen en die evaluatie af te wachten. Dus ik stel voor dat deze aangehouden wordt totdat we die evaluatie hebben. En dan op basis van die gegevens van die evaluatie en die EU-plannen deze discussie te vervolgen. Kijk even naar mevrouw Inge van Dijk of zij motie 20 wil aanhouden. Ja, dat is het geval. Motie 20 wordt aangehouden. Dank. Dan motie 21 van de heer Heijnen en mevrouw Van Dijk verzoekt de regering de onbelaste reiskostenvergoeding, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, een jaar te vervroegen. Dat kost 200 miljoen, waarschijnlijk kost het 260 miljoen, daar komen we op. En dan in de eerste plaats te kijken naar een eerder verlaagde jubelton. Nou, dat staat in de brief, denk ik, deze brief van 29 maart, vrij goed uitgelegd dat geen goede dekking is. Maar we hebben positieve grondhouding om hier naar te kijken, maar dan wel in het licht van het Belastingplan 2023. Dus in die zin, voorzitter, kan die aangehouden worden tot dat moment, zodat we dan ook de discussie vervolgen. Kijk even naar de heer Heijnen. Wil de motie niet aanhouden? En wat is dan uw appreciatie? Oordeelkamer. De motie krijgt de oordeelkamer? Ja. Motie 21. Ja. De heer Tony van Dijk, PVV. Even een punt van orde. Als ik een motie indien
zonder deugdelijke dekking, dan is het ontraden. Als een coalitie genoot een motie indient zonder dekking, is het Orde Kamer. Ja, dat kan niet. Nee, maar voorzitter, het is nog erger. Uw motie kon niet, want die is in strijd met de EU-richtlijn. Dus dat ging niet eens om de dekking. Dus dat is een ander argument. Wat u voorstelde, naar 0%, dat kan niet. Ik heb het niet specifiek over die motie. Ik heb het over in het algemeen. Elke motie die hier door de oppositie wordt ingediend zonder deugdelijke dekking, krijgt van u ontraden. En nu is er een motie van een coalitiepartner zonder deugdelijke dekking en u zegt Orde Kamer. Dat is niet consequent. De staatssecretaris. Ja, nee, kijk, ik heb gezegd dat ik erop terug wil komen bij de behandeling van het belastingplan. Want het gaat om het 1 jaar naar voren halen van iets wat we toch al gaan doen. Daar moet je dekking voor hebben voor het jaar 2023. Want die dekking is al in het coalitieakkoord gevonden voor 2024 en volgende jaren. Daar is in de motie staat, kijk eerst eens naar het vervroegen van de jubelton. Nou, dat is een gedeeltelijke dekking, maar veel te weinig. Dus ik wil daarop terugkomen. Dus ik heb ook gezegd, hou de motie aan. Maar ik heb een positieve grondhouding ten opzichte van deze motie. Ik geef eerst woord aan de heer Klaver en dan de heer Heijne. Ja, voorzitter, ik wil mijn collega Van Dijk bijvallen. Wij zijn het inhoudelijk over heel veel zaken niet eens. Maar dit is echt de grootst mogelijke onzin. Zojuist worden er allerlei moties, omdat er geen dekkingsvoorstellen zijn van de oppositie, wordt gezegd dat gaan we geen Orde Kamer geven. En nu is er een voorstel van de VVD en is het plotseling Orde Kamer, terwijl er een heel betoog wordt opgehouden waarom het aangehouden zou moeten worden en we moeten wachten tot het belastingplan. En waarom ik hier nu op reageer is dat we precies een jaar zitten na het 1 april debat. We hadden het over nieuwe verhoudingen in de Kamer, waarin er meer dualisme zou zijn. En dit is precies hoe het kabinet ermee optreedt. Alsjeblieft, zeg. De heer Heijne. Voorzitter, er wordt nu wel een beetje een nummertje van gemaakt. En dat vind ik flauw. Ik hoorde de staatssecretaris zeggen, als ik de motie zo letterlijk lees, dan kan het niet. Maar de staatssecretaris geeft er een duiding aan. En zegt, met die duiding kan ik het oordeel Kamer geven. En dat is volgens mij hier normaal hoe wij moties met elkaar appreciëren. En met de heer Van Dijk, de motie waaraan wordt gerefereerd, daar werd niet gezegd, ik duid de motie anders. Er werd aangegeven door de staatssecretaris, deze kan niet en dan ontraad ik hem. Als de staatssecretaris heeft aangegeven, ik lees de motie anders en dan kan die oordeel krijgen, dan hebben we gewoon de gangbare praktijk hier. Maar dat is hier helemaal niet aan de orde. Dus ik vind echt dat hier verdraaiing van feiten wordt gedaan. De heer Klaver. Voorzitter, ik word hierop aangesproken. Alsjeblieft zeg, verdraaiing van de feiten. Het gaat hier helemaal niet over. Het wordt eerst gezegd, hou de motie aan. Want er is niet de volledige dekking. Ik heb zojuist niet alleen bij de heer Van Dijk, maar bij meerdere collega's hier zijn er geen. Is de dekking niet goed of is het niet volledig? Je zou kunnen zeggen, nou, uw dekking, het kan toch nog niet helemaal? En nu wordt er gewoon oordeel Kamer gegeven. Dit is gewoon coalitiepolitiek die hier wordt gevoerd, in plaats van een echt inhoudelijk debat. Precies een jaar na het 1 april debat is dit de manier waarop er wordt omgegaan. Alsjeblieft, trek één lijn, staatssecretaris. Dit is coalitiepolitiek, dit heeft niks met inhoud te maken. Stop hiermee. Ik geef nog even het woord aan de heer Tony van Dijk en dan de staatssecretaris. Ja, voorzitter, het gaat over 260 miljoen, zegt de staatssecretaris zelf. Ik heb zelf met een interruptie nog een constructief alternatief voor de dekking aangegeven. Waarom heb ik dat gedaan? Over de expertregeling. Had ik ook niet hoeven doen. Zelfs ik als oppositie denk constructief mee. En u geeft gewoon oordeel Kamer, met andere woorden, na die 260 miljoen, dat ritselen we wel ergens. Als ik iets indien, dan wordt er niks geritseld. Als er een coalitiepartner is in, dan ritselen we het wel of kijken we het of we laten het saldo oplopen. Dat kan niet, die moet consequenties. Dus je moet zeggen, hou hem aan tot het belastingplan. Doet je het niet, dan is het ontraden. Dat zegt hij bij alle oppositiemoties, maakt hij die opmerking. Hou hem aan of ontraden. De heer Nijboer. Ja, voorzitter, ik ben eigenlijk voorstander van deze motie, hè, want ik heb het ingebracht, hij is mij iets te mager, dus ik ben wel blij met oordeel Kamer. Maar ik vind wel dat het kabinet zich moet aanrekenen dat er met twee maten gemeten wordt. Er wordt hier een pakket van 2,8 miljard voorgelegd aan de Kamer. Daar is fundamentele kritiek op, ook van coalitiepartijen overigens, hè, over de gerichtheid. Er zijn wel 10, 15, nou, er zijn 35 moties, dat is wat veel wellicht. Maar dat komt ook omdat de betere invullingen vanuit de Kamer worden voorgesteld. En er wordt niets overgenomen behalve deze. Niets wezenlijks, hè? Wel een onderzoekje naar de ACM en zo. En dat is wel een probleem met de Kamer voor dit kabinet. Als ze zulk groot geld, zulk grof geld gedurende begrotingsjaar uittrekken,
en de wezenlijke alternatieven van de oppositie. En ik heb er zelf echt, ik dien bijna nooit zoveel moties in, voorzitter. Ik heb er 4 zelf ingediend, omdat ik echt, en die hoeven niet allemaal, maar er is geen één waar echt serieus, zelfs de algemene motie, iets meer gericht, iets minder wordt weggewuifd. Ja, dat is wel een probleem voor het kabinet de komende jaren zo. Nog heel kort, de heer Heijnen, en dan de Ja, heel kort. Ik hecht er toch aan om wel te benadrukken dat als ik het kabinet hoor, dat als een oordeelkamer wordt gegeven, dat er ook een duiding aan wordt gegeven. Dat een motie wordt geïnterpreteerd en op basis daarvan oordeelkamer wordt gegeven. En nu wordt er van gemaakt alsof er deeltjes zijn, alsof er de ene motie wel met de andere met 2 maten wordt gemeten. Maar ik hoor constant de kabinet zeggen, wij duiden de motie aan. Dat met die duiding kan het een oordeelkamer. Heeft u net gezegd, ja. Nou, de heer Verhaan nog even. Nee, voorzitter. Los van de inhoud van de motie. De staatssecretaris heeft eerst het verzoek aanhouden. En dan is het echt bij mijn weten nog nooit voorgekomen dat als die niet wordt aangehouden, dat die dan oordeelkamer krijgt. En dat is het punt. En ik nodig de heer de staatssecretaris uit om echt daarin niet met 2 maten te gaan meten. Want hij beschadigt hiermee zijn eigen integriteit. En ik zou hem daarvoor willen behoeden. Dank u wel. Ik zou hem willen uitnodigen om alsnog of te zeggen motie aanhouden of te onthalen, zoals altijd. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. In de eerste plaats heb ik een aanleiding gegeven tot iets wat niet bedoeld was. En dat is dat de Kamer, een groot deel van de Kamer, de indruk heeft dat ik iets doe wat hier aan niet gebruikelijk is. Wat ik heb willen zeggen, en ik kijk ook gewoon naar de motie en de tekst van de motie, daar staat letterlijk om hem al zoveel mogelijk te verhogen per 1 januari. Het is een maatregel die dan naar voren gehaald wordt. Als er geen dekking is, is er geen dekking. Ik heb niet gezegd dat ik die dekking ga vinden. Ik heb hem alleen positief geduid in de zin, we gaan een inspanningsverplichting doen om te kijken of we iets met die motie kunnen bij de behandeling van het Belastingplan 2023. Als ik hier de indruk heb gewekt dat ik met 2 maten meet, dan vind ik dat heel vervelend. Ik heb inderdaad gezegd ontraden. Met de duiding die ik daarbij heb aanhouden, met de duiding die ik daarbij heb gegeven. Maar ik wil hier dus heel nadrukkelijk zeggen, we hebben een positieve intentie om naar te kijken, maar geen toezegging, ook niet als die motie zou worden aangenomen door de Kamer, dat we hem kunnen uitvoeren, want dat kan ik nog niet zeggen, want daar komen we op terug bij het belastingplan. Ja. Ja, de heer Verhaan tot slot, en dan stoppen we even met deze discussie. Ja, ik geef u het woord. Ja, de heer Verhaan. Ja. Ik waardeer de poging van de staatssecretaris, maar eigenlijk maakt hij de kuil waar hij per ongeluk en onbedoeld in struikelde alleen maar dieper. Want hij geeft nu een oordeelkamer op een motie waarvan hij nu al zegt dat hij op geen enkele manier daar verder mee kan. En nogmaals, ik zou hem willen verzoeken, aanhouden. Hij is niet aangehouden. Dan moet je hem eigenlijk omdraaien. Ja. We stoppen nu deze discussie. Want volgens mij heeft iedereen nu iets erover kunnen zeggen. En de staatssecretaris blijft bij zijn appreciatie, zie ik. Ja. Ja, klopt. Meneer Klaver, als het geen herhaling is, want een aantal collega's hebben volgens mij al een beetje hetzelfde gezegd. Dus als u iets nieuws wil toevoegen, krijgt u van mij het woord. Iets nieuws. Okay. Ik wil iets snappen, zeg maar. Want ik wil iets begrijpen, omdat zojuist wordt... Dus ik lees hier, het verzoek is om die onbelaste reiskostenvergoeding al zoveel mogelijk te verhogen. Zo snel mogelijk. En nu zegt de staatssecretaris, dat ga ik niet beloven, maar ik ga er naar kijken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Toch? Begrijp ik dat goed? Ja, de staatssecretaris. Ja, dus om per 1 januari 2023, dus niet zo snel mogelijk. Dus dat is in het volgende belastingjaar. Nou, wij komen met een belastingplan. Hij staat al in het coalitieakkoord. Het is een jaar vervroegen. Zoals we bij de jubelton ook het verzoek hebben gekregen om het te bekijken, om het een jaar te vervroegen. Toen heb ik ook niet toegezegd dat we dat gingen doen, maar dat ik dat wel zou onderzoeken. Vervolgens zijn we met een voorstel gekomen. We gaan nu door naar de volgende. Nee, we gaan nu, meneer Klaver, we gaan nu echt door naar de volgende. Tot, en dan stop ik ermee. Dat vraagt de motie niet.
En dat is waarom alle oppositiepartijen hier naar voren komen lopen. Het is niet eens omdat we dit inhoudelijk hier niet mee eens zijn. De motie vraagt dit niet. En dit is gewoon je reinste op coalitiepolitiek. Ja. Er zijn hier afspraken gemaakt. Daarom worden moties van de coalitie wel aangenomen. Van de oppositie niet. Precies in de week, een jaar nadat we hier hebben gedebatteerd met elkaar, het 1 april debat, dat we het allemaal anders zouden doen. Meneer Klaver, we doen het precies hetzelfde. En deze staatssecretaris die nieuw is, doet er gewoon keihard aan mee. Laatste. Ja, voorzitter, een nieuw punt, omdat het ook mij persoonlijk aangaat. Die motie over de jubelton, die diende ik in. Ja. Toen zei de staatssecretaris, hou die aan en anders is hij ontraden. Toen heb ik hem aangehouden. En daarna, pas een paar weken later, heb ik hem in stemming gebracht. Dus daar zit een verschil in. Het is niet precies op dezelfde manier gegaan. En daarom is het ook moet het een moment van reflectie zijn, denk ik, voor de staatssecretaris en het kabinet. Als ik toen had gezegd van ik dien die motie gewoon in over de jubelton, dan was hij ontraden geweest. Dan was dat dus anders gegaan. Ja. We gaan nu naar motie 21. Is voldoende uitgewisseld? Nee. Volgens mij hebben we echt het vanuit verschillende kanten belicht. Ik stop deze discussie nu. Of het moet over een ander onderwerp gaan. Dat zie ik niet het geval. Nee, we gaan het. Nee, we gaan nu niet. We blijven niet bij in dit onderwerp. Er is gevraagd aan een stuk reflectie ook aan de staatssecretaris. En we gaan nu even verder. We blijven nu echt te lang hangen. En iedereen kan met eigen voorbeelden komen, maar het is nu voldoende, vind ik, uitgediscussieerd. Nee, nee, het is nee. Dit is ook geen punt van orde. Dat is er voldoende al gemaakt? Nee. Kijk even naar de staat. Nou, gelukkig is dat. Dat is wel duidelijk geregeld. Dat is namelijk de voorzitter. Oké. Maar als het geen punt van orde is, dan ben ik zeer teleurgesteld in u. Ja? Punt van orde. Dit wordt een primeur. In de 15,5 jaar wordt dit mijn eerste punt van orde. Nou. Hou je vast. Want dit gaat namelijk over de geloofwaardigheid van deze staatssecretaris. En misschien heeft hij de instructies niet goed gelezen van houd te bekomen staatssecretaris. Maar het is nu eenmaal zo, als u zegt van er is geen dekking en u vraagt om hem aan te houden, dat kan. Dan zegt hij van gaan kijken of we iets kunnen, dan houden we hem aan. Maar als de persoon dan zegt ik hou hem niet aan, dan kunt u als staatssecretaris of als bewindspersoon niet zeggen oordeel Kamer. Want dan zegt u namelijk als die wordt aangenomen, ga ik die motie niet uitvoeren. En dat is een doodzonde voor een bewindspersoon. Meneer Tony van Dijk, u heeft ook dit punt ook al eerder gemaakt. Ik ben toch een beetje teleurgesteld. De herhaling was, sorry. De staatssecretaris. Ja. Voorzitter, ik wil er toch nog iets over zeggen. Ik ben overtuigd door wat de heer Alkaya zei. Omdat de heer Alkaya, ik heb verwezen naar de jubelton-discussie. En de motie verwijst daar ook naar. En hij heeft gelijk, en dat is even de reflectie in dit debat, hij heeft gelijk dat ik toen heb gezegd, verzocht heb om die motie aan te houden, omdat ik het ging onderzoeken. En er lagen toen ook schriftelijke vragen vanuit de Kamer, en toen ben ik vervolgens met een antwoord gekomen. Dus in die zin is het juist dat ook bij deze motie, wat ook de eerste appreciatie die ik heb aangegeven, en dat is aanhouden met de toezegging dat ik erop terugkom. Net zoals we dat bij de jubelton-discussie hebben gedaan. En ik heb gewoon goed geluisterd en de reflectie op me ingenomen. En ik heb te snel gezegd oordeel Kamer. En het laatste wat ik wil, is dat hier de indruk zou ontstaan bij deze Kamer dat er coalitiepolitiek bedreven wordt. Oude stijl. Dus. Aanhouden. Of. Nou, meneer Heijnen, help ons. Kent u die film Groundhog Day? Zo voelt het nu een beetje. Nee, ik dien hem in. En ik hoorde de staatssecretaris dan zeggen. In zijn eerste duiding hoorde ik een andere duiding geven aan de motie. En dan oordeel Kamer. Ik hoor daar eigenlijk nu. Ik geef geen andere duiding aan. Ik lees hem direct. Daardoor verzoek ik aanhouden. En ik zeg, ik dien hem in. En dan kan ik ongeveer verwachten wat daar voor oordeel uitkomt. Ja, voorzitter, dan wordt het wel ontraden. Dan ben ik consequent. Ja. Dan ga ik naar motie 22. Dat is de motie
over het solidariteitsfonds, bestaande uit een solidariteitsfonds voor fossiele bedrijven, om in ieder geval de meest kwetsbare mensen te beschermen door de middelen hieruit beschikbaar te maken voor besparing en verduurzaming van hun huizen. Oordeel van deze motie is ontraden. En waarom? Een solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven is niet mogelijk. Hoewel de gedachte als zodanig begrijpelijk is, gelden er een aantal knelpunten. Het is niet duidelijk of er sprake is van een excessieve winst in de fossiele industrie of bij elektriciteitsproducenten in Nederland. En op dit moment hebben we ook geen meetbaar criterium daarvoor. Dus bovendien heeft het kabinet al 150 miljoen extra vrijgemaakt voor verdere ondersteuning van huishoudens bij het nemen van energiebesparende maatregelen en isolaties. Ontraden is het, is de appreciatie. Motie 24. Ja, motie 24. Ja, dan neem ik 24 als u het goed vindt. En 26 en 27 in één keer mee. En waarom? Er komt een EU-richtlijn aan. Die EU-richtlijn zal hoogstwaarschijnlijk volgende week in de ECOFIN worden vastgesteld. Dan weten we ook, en daar heb ik al in de eerste termijn ook over gehad, dat weten we ook dat er een nul btw-tarief op zonnepanelen mogelijk is. Er wordt hier nu ook gevraagd om warmtepompen, zonnebatterijen, isolatiemaatregelen. Nou, dat kan bij sommigen niet. Isolatiemaatregelen daarentegen weer wel is een verlaagd btw-tarief. Dus ik wilde eigenlijk de toezegging doen dat wij gewoon met een goede brief over dit onderwerp komen. Waarin we precies zeggen wat er wel onder de nieuwe EU-richtlijn kan en wat niet. En dat geldt dus alle drie de moties appreciatie aanhouden. Dan kijk ik even naar de eerste, of de heer Van Raam bereid is. Motie 24 wordt aangehouden. Dan kijken we naar motie 26 van de heer Das. Is die bereid om aan te houden? Is ook bereid om aan te houden. En dan motie 27 ook van de heer Das, ook bereid. Nou, dat is fijn. Voorzitter, dan motie 29. Dat is een motie van mevrouw Van der Plas. De heer Stoffer en Van Haga verzoekt de regering eventueel hoger dan begrote btw-inkomsten terug te laten vloeien naar de samenleving in de vorm van lastenverlichting. Sorry dat ik u onderbreek, maar u heeft het nu over motie 32. Dat staat hier bij mij. Motie 32 is van mevrouw Van der Plas, Stoffer en Van Haga. Maar u moet nog volgens mij motie 29 doen. Van Eerdmans. Die begint met Eerdmans. Sorry, excuus. U zei Van der Plas. U heeft gelijk. De eerste ondertekenaar is de heer Eerdmans. Ja uiteraard. Dat had ik eerst moeten zeggen. Een tweede ondertekenaar, mevrouw Van der Plas. Dat is lastig, want je kan niet zeggen dat er al een meevaller is. Dat weten we natuurlijk pas aan het einde van het jaar, wanneer we de staat van de inkomsten en alle belastinginkomsten opmaken. Dus ja, deze motie heeft geen dekking en daarom ontraden we hem. Dan de belastingvermindering op de energiebelasting. Dat is een motie van de heer Stoffer. Ja, we hebben in de eerste termijn heeft hij daarom gevraagd. En toen heb ik de toezegging gedaan. Nou, dat gaan we uitzoeken. Of je toch met terugwerkende kracht dat eventueel zou kunnen doen naar 1 januari 2022. Technisch kan dat vanuit de Belastingdienst, omdat dat een parameterwijziging is en niet een structuurwijziging. Echter, de uitvoeringstechnisch levert dat zo ongelooflijk veel nadelen op bij de. We hebben maar liefst 61 energieleveranciers. Er zijn er geloof ik inmiddels alweer 5 failliet, 56. Om en nabij 20% van de mensen wisselt. Dat jaar loopt van 1 april tot 1 april. Dus het is niet zo dat het loopt van 1 januari tot 31 december bij die energiebedrijven. Dus in de uitvoering wordt dat echt een drama met prorata berekeningen en ook mensen die dan waarschijnlijk het wel of niet of gedeeltelijk terugkrijgen. Dus wij ontraden deze motie om uitvoeringstechnische redenen bij de energiebedrijven. Dan motie 32, voorzitter, dat is een motie van mevrouw Van der Plas. Ik ben niet voornemens om opnieuw een verlaagd tarief voor de rode diesel te introduceren. Het verlaagde accijnstarief is op 1 januari 2013 afgeschaft. En
Ja, deze maatregel van de accijnsverlaging, benzine, diesel, LPG, dus ook voor de diesel in de landbouwsector, die profiteert daarvan. Dus wij ontraden deze motie. Dan, voorzitter... Voordat u verder gaat, mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u. Ja, die rode diesel werd afgeschaft natuurlijk gewoon als een bezuinigingsmaatregel in 2013. Dat had verder nergens anders mee te maken, dat er gewoon geld naar de staatskas moest. Maar natuurlijk profiteren, iedereen profiteert van die accijnsverlaging. Het is natuurlijk wel zo dat de sectoren die ik noem, gewoon voor hogere kosten staan. Sowieso al hogere kosten om een product te produceren. En boeren in de grensstreken, of boeren in Nederland, in Duitsland en in België mag het wel. Dus daar is gewoon gerechtsongelijkheid eigenlijk tussen. He, dus in Duitsland, België wordt het wel toegestaan. Dus die hebben een fors lagere prijs. En in Nederland is het niet toegestaan. Boeren en mensen die in de grensstreek wonen, die mogen met hun tractor naar België rijden bijvoorbeeld. Mogen met de tractor terugrijden naar Nederland en zeg maar het daar wel gebruiken. Maar voor de recht van de boeren in Nederland en ook loonwerkers, grondverzet, bouw, noem maar op. Betekent dat natuurlijk wel dat er gewoon een ongelijk speelveld is. En dat is ook een beetje de reden van mijn motie. En het zou ook nog kunnen als tijdelijke maatregel. En als deze motie wordt ontraden op deze manier, dan wil ik hem ook nog wel omschrijven als kunnen we het onderzoeken of het kan. De staatssecretaris. Ja, nou voorzitter, het punt wat mevrouw Van der Plas maakt is natuurlijk een terecht punt. De verschillen zeker nu, ook nu weer met de aangekondigde maatregelen in Duitsland, de tariefverlaging op accijns die zelfs naar het minimumtarief gaan qua accijns. België, die zijn tariefverlaging ook tijdelijk heeft gedaan. Dus in dit jaar worden de verschillen wel heel groot. Maar in zijn algemeenheid, kijkend naar wat de buurlanden doen, hè, wat de effecten zijn ook in de grensregio, maar ook als het gaat überhaupt om het accijnsbeleid, denk ik dat het gewoon goed is dat we die discussie ook later dit jaar, maar dan is die ook meer structureel. Hè? Dan gaat die niet alleen om dit jaar, maar dan gaat die om het accijnsbeleid. En dan kijk ik ook naar de volgende motie van de heer Omtzigt, die vraagt ook om met de buurlanden in gesprek daarover te gaan. Ja, dat wil ik graag doen. Dus ja, onderzoeken ja. Geen toezegging dat we het gaan doen, maar ik ben me heel erg bewust van de grote verschillen. Tegelijkertijd zit daar ook een enorm effect aan natuurlijk. Als je iets structureel zou maken, dan zou je de dekking moeten hebben. Dus dat zeg ik ook niet toe, maar dat hoor ik u ook niet zeggen. Maar u legt eigenlijk het probleem neer van, ja, de verschillen zijn gewoon te groot geworden. Nou, daar zijn we ons van bewust. Daar hebben we al de toezegging gedaan dat we dat gaan monitoren. Nou, ik neem een voorschotje op een deel van de motie van de heer Omtzigt. Dat je daar ook met de Belgische en Duitse collega's over in gesprek gaat, dat lijkt me ook heel terecht. En als mevrouw Van der Plas de motie aanpast naar onderzoeken, wat is uw appreciatie dan? Ja, nou ja, onderzoeken kan alles, maar daar zit niet de verwachting aan dat we het gaan doen. Mevrouw Van der Plas. Nou, dan ga ik die motie wel wijzigen, want uit een onderzoek kan natuurlijk, misschien komt er wel iets naar voren van, hé, het kan wel. Zij het tijdelijk, ik bedoel, dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Dus ik hoop dat er dan een onderzoek wordt gedaan met een open vizier. En niet van, nou, we gaan onderzoeken in de lijn van de verwachting dat het toch niet lukt. Maar ook kijken of het wel lukt op de een of andere manier. Ja, dat onderzoek willen we doen. Ja. Om gewoon ook te kijken, wat doet Duitsland, wat doet België, wat doen wij? Wat zijn de plussen, wat zijn de minnen? We monitoren al, nou, dan nemen we dit mee. Dan wil ik aan mevrouw Van der Plas vragen of ze een aangepaste motie dan wil indienen. Ja? Ja, dat is goed. Ja, als u meteen, het mag ook morgen. Ja, dank u wel. Dan hebben we nog één motie over, waar u al wat over zei. Ja, daar ben ik bij de laatste motie. Nou, het eerste verzoek ja, maar het tweede verzoekt de regering de accijns zo vast te stellen dat de totale belastingdruk op zowel benzine als diesel maximaal 10 cent per liter hoger is dan de buurland. Dat kan ik nu echt niet toezeggen. Dus ik ontraad deze motie. Heer Omtzigt. Voorzitter,
er zit een reëel probleem aan de Duitse grens. Straks hebben we 30, 40 cent per liter verschil. En dat betekent gewoon dat al die pomphouders binnen een paar weken failliet zijn. Een brede strook van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg. Wat is een acceptabel verschil? Of wat is een acceptabele oplossing voor die pomphouders? En overigens kost het de Nederlandse staat natuurlijk bakken voor geld. Want in Maastricht of in Arnhem of in Enschede of in Emmen of in Veendam is er niemand meer die in Nederland tankt. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, we weten nog niet precies wat de inhoud van de Duitse plannen is. We hebben alleen een aankondiging gezien. We weten niet wanneer het wordt ingevoerd, hoe het wordt ingevoerd. België is slechts 6 maanden, als Duitsland 3 maanden is. Dus ja, ik ga nu natuurlijk geen toezegging doen dat wij die koppeling gaan maken op iets wat ik niet weet wat er is. Ik heb er net tegen mevrouw van der Plas gezegd, we gaan wel die vergelijking maken en dat onderzoek doen. De heer Omtzigt. Voorzitter, er gaat een drama gebeuren aan de grens. En dat draai je niet zomaar meer terug. Ik heb veel van die bedrijven failliet zien gaan de vorige keer. En wat er nu nog staat, gaat dan ook gewoon binnen een paar maanden failliet. En dan kun je niet meer tanken aan de grens. En dan komt daar ook geen, dan zijn er ook geen accijnsinkomsten meer voor de Nederlandse staat. Ze zijn er gewoon niet meer. Dus dit is niet iets van, oh, ik vind het leuk, van de blij dat ik rijlobby. Als er een verschil op een tank is van 25 euro, weet ik precies wat in Enschede gebeurt. Dan ben ik de enige die nog naar het tankstation gaat in Enschede. Echt de enige. Beseft de staatssecretaris dat? De staatssecretaris. Ja, voorzitter, ik heb gezegd, we hebben bewust van de verschillen. Ik zie dat onze buurlanden ook verlagingen doen, zowel bij de accijns, ook andere maatregelen nemen. We hebben het nu over de accijns. Wij hebben dit pakket. We gaan het niet alleen monitoren, we gaan het ook onderzoeken. Maar ik ga ook niet vooruitlopen op hoe de Duitse maatregel precies uitpakt. Want nogmaals, dat kan ook voor een kortere tijd zijn. Dus ik kan nu deze motie die kan ik die alleen maar ontraden, omdat nu al gevraagd wordt om de koppeling aan te leggen dat het maximaal 10 cent verschil mag zijn. En ja, daar kan ik niet toe zeggen. Tot slot, de heer Omtzigt. Voorzitter, dat is echt teleurstellend. En kijk, als de staatssecretaris gezegd dat het verschil kan maximaal 12 cent zijn, dat begrijp ik hoor. Maar als daar geen maximum op zit, dan kom ik hier over een paar maanden op terug en dan nodig ik hem uit in de grensregio. Voorzitter, ik heb een overkoepelende vraag. We hebben hier een wat raar debat. Want we hebben hier 35 moties, iedereen zijn ding. Van mij, de pompstations in de grensregio, tot de rode diesel bij BBB, tot de kilometervergoeding waar al eerder een keer een VVD-kabinet over gevallen is, die ze nog even een paar cent omhoog willen doen. Maar denkt de regering nu dat wat er nu ligt, dat er geen groepen zijn die gigantisch door het ijs zakken de komende paar maanden? Hoe denkt de regering dat mensen met een inkomen vlak boven die 120%, dat zijn mensen die afdelingschef zijn bij Albert Heijn en 40 uur per week werken en alleenstaand zijn. Dat zijn jongeren die geen compensatie krijgen, want onder 21 euro, 21 jaar verstook je geen energie. Heeft het kabinet een boodschap voor deze mensen die de komende maanden snoeihard door het ijs gaan zakken? Dank u wel. En even een verzoek. We gaan niet een uitgebreid debat meer hebben. Het is echt tweede termijn, dus u heeft nu een aantal vragen kunnen stellen. Dus ik geef tot slot het woord aan de staatssecretaris, want anders kan ik me voorstellen dat er een nieuw debat ontstaat. De staatssecretaris, tot slot. Ja, voorzitter, uiteraard begrijpt het kabinet dat we in een extreme situatie zijn terechtgekomen die niemand heeft kunnen voorzien. Een situatie met eerst zeer stijgende energieprijzen, vervolgens een oorlog die in de Oekraïne uitbreekt met alle gevolgen daarvan dien, dat mensen diep raakt. In de eerste plaats overigens denk ik toch vooral ook aan de mensen die voor het oorlogsgeweld moeten vluchten en hierheen moeten komen, maar ook onze eigen bevolking en wat het daarmee mee doet. Natuurlijk zijn we dat als kabinet, maar we hebben ook als kabinet gezegd, we gaan niet dat allemaal, we kunnen het niet allemaal compenseren, maar we komen met een dempend pakket. Mevrouw van Gennep heeft dat in de eerste termijn namens het kabinet helemaal uitgelegd.
Maar ik wil ook niet de indruk ontwekken dat wij harteloos hier een financieel verhaal staan te houden. Natuurlijk voelen we heel goed wat er in de samenleving aan de hand is op dit moment. Dank u wel. Nee, we sluiten nu de beraadslaging. Nee, echt niet. U stelt een hele belangrijke vraag, maar we gaan niet het debat overnieuw doen. Dus daarmee, Nee, het is ook geen punt van orde. We zijn nu echt aan het einde gekomen van deze beraadslaging. Ik dank de bewindspersonen voor de beantwoording. U blijft er staan. Ja, voorzitter, ja, ik maak een punt van orde en dan hoeft er geen antwoord op te komen. We hebben de uitzonderlijke situatie dat hier een wet over die 800 euro, waar ik fundamentele bezwaren tegen heb, ook over waar de vragen niet onvoldoende beantwoord zijn. Ik ga ze allemaal schriftelijk stellen over wie er nou voor een aanmerking komt. Ja. En dat is heel ingewikkeld. Maar die wet die gaat al in voordat die hier behandeld wordt. En dat hadden we vorige keer aan de orde. En dat is heel lelijk, want er vallen groepen met tienduizenden mensen buiten. Ja. En ik markeer dat hier en ik kom daar zeer spoedig op terug, dat ik alsnog vraag om die groepen tegemoet te komen. Dat het kabinet niet denkt, we hebben hier een deal, want het hoort hier gewoon dat een wet hier eerst behandeld wordt. Ja. En die wet, zoals die in de Kamer ligt, staat nog 200 euro in, er staat niet eens 800 euro in. Er staat nog het verkeerde bedrag in. Meneer Omtzigt, u heeft het punt gemaakt. Ja, ik heb het gemaakt. Daarmee zijn we nu echt aan het einde gekomen van de beraadslaging. Niks ten nadele van de vragen, terechte vragen die denk ik nog gesteld worden. Maar we moeten het debat ook een keer beëindigen met elkaar en dat ga ik nu doen. Ik dank de bewindspersonen nogmaals voor een uitgebreide beantwoording. Ik dank de woordvoerders, de mensen die het debat gevolgd hebben. We gaan stemmen over de ingediende moties volgende week dinsdag. En ik sluit de vergadering.